Hallo? Doet hij het? Oké, super. Hallo? Als ik even jullie aandacht mag, alsjeblieft. Dankjewel, super. Mijn naam is Koen Bruning. Ik ben jongerensecretaris van de vereniging Basisinkomen. We hebben dit vandaag mogen organiseren. Het is heel leuk dat we hier met zoveel verschillende mensen zijn. Het zal vast en zeker ook voor heel veel mensen de allereerste keer zijn dat je in een grote ruimte zit met veel mensen. Dus hopelijk weten we het zo comfortabel mogelijk te maken. En wordt het programma vandaag, waarbij we eerst Senna Matoeg van GroenLinks, Lambert van Raan van Partij van Dieren en Marijke van Beukering van D66 samen met Alexander de Roo in gesprek gaan zien in een politiek panel over wat we als oplossing gaan krijgen voor het toeslagenstelsel. Want we moeten daar natuurlijk tot zeker wat oplossing voor vinden. Dus hopelijk wordt dat een heel interessant gesprek. Daarna hebben we een kleine pauze na het politiek panel, waarna vervolgens Gerard Zangers, Ton Rijkers, ik, Koen Bruning en Rijer Brons allemaal even kort onze boeken aan jullie presenteren, vertellen waar gaan die boeken precies over, wat is de invalshoek die we gebruiken om het basisinkomen te bepleiten. En vervolgens zullen alle vier de auteurs even naar verschillende zalen gaan, waarbij jullie kunnen kiezen, oh, die auteur daar wil ik graag verder mee spreken of zijn boek zou ik willen lezen. Die boeken staan ook achter, helemaal uitgestald. Dus hopelijk wordt het een heel leuke dag. En nadat de auteurs een uur in de verschillende zalen gesproken hebben met iedereen, waarbij hopelijk zoveel mogelijk vragen gesteld kunnen worden en jullie ook meer kunnen leren over het idee van het basisinkomen en hopelijk meer inspiratie krijgen om er in jullie directe omgeving, of dat nu politiek en sociaal is, ervoor te gaan pleiten. Dus ik kijk echt heel erg uit naar vandaag. Ik hoop jullie ook. En laten we dan ook nu beginnen met het politiek panel. En oh ja, dus nadat de auteurs gaan spreken is er een lange borrel van 2 uur. Waarbij hopelijk hapjes en drankjes worden aangeleverd. En ja, dus dat eigenlijk. Dus hele fijne dag vandaag. Ik hoop dat ik het goed ingeleid heb. En dan gaan we nu hopelijk naar een heel leuk politiek panel luisteren. Goed. Doet hij het? Ja, mag ik de Kamerleden uitnodigen op het kerkpodium plaats te nemen? Mijn naam is Alexander de Roo, ik ben voorzitter van de vereniging Basisinkomen. Deze week is bekend geworden dat de Zwitsers opnieuw een referendum gaan houden over het basisinkomen. Deze week is ook bekend geworden dat de gouverneur van de provincie rond Seoul, de grootste provincie van Korea, dat hij vooraan staat in de peilingen om president van Korea te worden. En hij heeft beloofd dat alle Koreanen €420 per maand krijgen als hij president wordt. En hij is niet alleen een man van woorden, maar ook van daden, want alle 24-jarigen in zijn provincie krijgen 1 jaar lang een basisinkomen. Dus het is niet alleen loze woorden. Ik ben blij met de 3 Kamerleden. Marijke Beukering van D66, voor jullie helemaal links. Lambert van Raan, Partij voor de Dieren, al ervaren Kamerlid, welkom. En Senna Matoeg, GroenLinks, nieuw Kamerlid. Ik heb van de zomer een document gelezen van 12 pagina's van D66 en de VVD samen. En er stond 1 intrigerende zin in. We hebben het vaste voornemen om de toeslagen af te schaffen. Dacht ik, mooi, hé, dat hebben we hier ook. Hè? Weg met die afhankelijke toeslagen. Hè? Deze week nog weer uitgebreid op de televisie alle ellende van de toeslagaffaire. Maar nu is de grote vraag aan de politiek, wat komt daarvoor in de plaats? Dat is de grote vraag. En daar gaat het eerste deel van dit panel over. Het tweede deel gaan we praten over wat willen we op de lange termijn. En het derde deel mag de zaal mee discussiëren. Mag ik beginnen met Marijke? Ja, fijn dat ik hier vanochtend mag zijn. Vanmiddag alweer. Ja, het was een hele late week, dus ik zit met mijn ritme verkeerd. Ik ben Marijke van Beukering, nieuw op deze portefeuille. Dus ik probeer jullie een beetje mee te nemen wat onze plannen zijn.
Kijk, we willen de toeslagen afschaffen. Daar gaat natuurlijk een bepaalde tijd overheen. En wat we op korte termijn daarvoor terug zouden willen doen is de verzilverbare heffingskorting, oftewel de negatieve inkomstenbelasting. Dus we willen het op die manier gaan regelen. Goedemiddag, mijn naam is Lammers van Raam, Partij voor Dieren. Alexander zei het al. Partij voor Dieren is voorstander van een vorm van een basisinkomen. En het is heel goed om te zien dat D66 en de VVD nu ook plannen hebben om die toeslagen af te schaffen. En op deze manier kunnen we denk ik heel goed een verbinding vinden om dat nu werkelijkheid te maken. In ons verkiezingsprogramma staat, daar moet ik ook wel eerlijk in zijn, dat we zijn voor een grootschalige proef. Omdat als één ding ons de toeslagenaffaire geleerd heeft, is dat het overhaast invoeren van nieuwe wetgeving soms leidt, en in dit geval natuurlijk geleid heeft, tot onvoorstelbaar leed. Dus ja, een vorm van, en ik kijk uit naar de samenwerking, maar wel heel zorgvuldig. Dankjewel. Goedemiddag, dankjewel. En wat leuk om hier te zijn met collega's. Beetje jammer dat we niet met meer zijn, want dit is een ontzettend belangrijk onderwerp. Ja, even ter onderbreking. Ik heb veel meer Kamerleden uitgenodigd. Peter van Grins, ChristenUnie, die een vergelijkbaar verhaal heeft opgeschreven als D66. Helaas niet. Ik heb CDA uitgenodigd, maar die gaven voorrang aan hun bijeenkomst met de Europese Partij in Rotterdam. En twee PvdA-Kamerleden die gaven ook voorrang aan andere zaken. En agenda druk, maar en waarom ik zei dat dit zo'n belangrijk onderwerp is, wij hebben net een hele week politieke bepalingen achter de rug. En ik heb mijn collega's 's nachts in de bankjes met vermoeide oogjes gezien. Is eigenlijk dat op heel veel beleidsterreinen de vraag over de bestaanszekerheid, de basisinzekerheid, de inkomenspositie van mensen en wat het betekent, of het nou ging over dakloosheid, of het nou ging over wonen, of het nou ging over toegang tot de zorg, of het nou ging over het onderwijs, of het nou ging over de elektriciteitsrekening. Wat daarachter zit is eigenlijk dezelfde probleemanalyse. En dat is voor GroenLinks heel duidelijk. De bestaanszekerheid in Nederland is niet op orde. Ik zeg dat zo stellig en ik begin zo stellig met het probleem, omdat ik ben nieuw in de politiek. En ik heb ook geleerd dat een focus op alleen maar instrumenten kan soms de discussie wazig maken. Dus wij hebben deze discussie heel intens in onze partij, ook met Alexander. En een van de dingen waar wij op uit zijn gekomen is één, dat doel van de bestaanszekerheid heel scherp hebben in ons programma. En ons congres heeft aangenomen dat we in aankomende 8 jaar naar iets van een voet inkomen. Lijkt heel erg op de verzilverbare heffingskorting die D66 ook heeft. Maar dat is niet genoeg. Want wat we daarnaast zeggen is eigenlijk moeten die voorzieningen goed op orde. Dus kinderopvang, zodat je inkomen niet uitmaakt. Goede toegang tot wonen, zodat wat je inkomenspositie ook is, dat je een dak boven je hoofd hebt. En daarnaast, eigenlijk het hele inkomensgebouw moet iets omhoog. Dus dat is het minimumloon, dat is een koppeling aan de bijstand. En ik ben ontzettend blij, tot slot, ik ben nieuw, dus ik wil nog heel vaak veel zeggen, dus dan moet ik nog even een beetje leren. Politicus, hè. En tot slot, volgens mij heeft de minister van Sociale Zaken toegezegd om te gaan onderzoeken hoe het nou zit met al die inkomensbegrippen. Ontzettend groot probleem, maar dat zagen we ook bij de toeslagenaffaire. Het is een weerwaar. 29 inkomensregelingen. Ook gisteren weer sprak ik mensen. Mensen weten niet wat ze aan moeten vragen, hebben geen toegang tot de dingen waar ze recht op hebben. Dus er ligt een hele, hele grote opdracht in Den Haag. Ja, eigenlijk is het heel bizar. Als je naar een land als India kijkt, er zijn 950 armoederegelingen. En die werken niet. De helft van het geld van New Delhi komt helemaal niet aan in die dorpen. In Amerika hebben we 250 armoederegelingen. Ook daar is grote armoede. In ons land, volgens het ministerie van Sociale Zaken, zijn er 50 verschillende manieren om mensen inkomen te voorzien of bij te spijken. Alleen nog voor de AOW zijn er 10 regelingen. Oké, 950, 250, 50. Het gaat in Nederland nog relatief goed. Tegelijkertijd is het natuurlijk absurd dat de helft van de mensen afhankelijk is van een toeslag. En heel veel mensen vragen die toeslag niet aan. Wij zeggen eigenlijk heel simpel, je hebt de arbeidskorting,
heffingskortingen en de arbeidskorting, als je die nou afschaft, en geheel of gedeeltelijk van de toeslagen, dan kun je iedereen zonder problemen €600 geven. Zonder dat je de belastingen moet verhogen. Dat zou een mooi begin zijn. Maar ik geloof dat D66 iets bescheidener is waarmee ze willen beginnen. Ja, kijk, het is een eerste stap, hè, richting het basisinkomen. Wat wij hebben voorgesteld in ons verkiezingsprogramma. En waar wij ook stappen in willen gaan zetten. En we vinden ook dat je, en dat zeiden jullie net ook al, het moet zorgvuldig gaan gebeuren. En als je bijvoorbeeld alleen al de toeslagen zou gaan afschaffen, en dat kan niet in één keer allemaal, dan ben je jaren mee bezig om de Belastingdienst dat uit te laten voeren. En we willen gewoon dat dat zorgvuldig gebeurt. Dus wij willen als D66 stapjes zetten richting dat basisinkomen. En wij vinden het ook wel dat de hogere inkomens en ook de vermogens best wat meer belasting zouden mogen betalen. Dus in die zin willen we het op een andere manier gaan compenseren dan andere partijen. Maar ja, zo staan wij erin. We zijn zeker van mening dat de bestaanszekerheid omhoog moet. En we vinden ook echt, en daarom zijn wij eigenlijk heel tevreden als straks die toeslagen zouden worden afgeschaft, dat we iedereen een vast bedrag gaan geven, ongeacht wat het inkomen is. En dan vervolgens kijken we aan het eind van het jaar bij de inkomstenbelasting wat je terug moet betalen of wat je zou kunnen gaan houden. En wij denken dat dat een hele eerlijke methode is als eerste stap. Dus het bedrag is hetzelfde voor iedereen? Sorry? Het bedrag is hetzelfde voor iedereen? Precies. Het bedrag is voor iedereen hetzelfde. En dat, afhankelijk van of je een eengezins of kinderen hebt, wordt dat natuurlijk ietsje hoger. Maar we beginnen gewoon met een vast bedrag aan iedereen te geven. En dan met de belastingen gaan we dat vervolgens compenseren. En ik denk dat dat een hele eerlijke methode is. En het wordt, en dat wil ik wel echt even benoemen, het is een hele ingewikkelde stap die we moeten gaan zetten met z'n allen. En het is ook niet iets wat we morgen geregeld hebben. Wat je net ook al aangaf. We hebben helaas ook in het verleden gemerkt dat stappen die we te snel zetten en we kijken niet terug, kunnen ook hele grote problemen gaan veroorzaken. Dus wij willen heel snel, maar we moeten ook echt zorgen dat de Belastingdienst het aan kan en dat het dus ook op die manier zorgvuldig gaat gebeuren. Senna, jullie hadden ook een voorstel helemaal uitgewerkt. We willen het GroenLinks-programma 23 regelingen afgeschaft. En wat komt er voor in de plaats bij GroenLinks? Voor die 23 regelingen? Hey. Ik kan me voorstellen dat jullie in de zaal zitten en dan denken, oh, kom ik naar een leuk debat? En dan zitten ze allemaal van, het is ingewikkeld en afwegingen. Terwijl we ook heel stellig zeggen, er is echt een probleem. Maar misschien wel leuk om jullie mee te nemen in de worsteling die wij ook als partij hebben. En dat is precies eigenlijk wat D66 ook zegt. Dus die toeslagen, grote rondpompen van geld, die ook terechtkomen bij, ook bij mensen met hele lage inkomens, maar ook, we pompen dat rond, dat is heel duidelijk. Toeslagen verder is heel duidelijk, daar wil je dan vanaf, of je wil daar dingen in aanpassen, maar dat wil je ook doen op een manier dat je niet ineens hele grote schokken hebt voor mensen. Want dat kunnen we heel goed in Den Haag, dat je zegt, ja, maar de mediane, het gemiddelde, dat plaatje ziet er goed uit. En dan zeggen mensen, ja maar hoor eens even, dit is mijn inkomensplaatje en dit is wat er nu gebeurt. Dus waar wij voor gekozen hebben, en dat zat net ook in mijn inleidende verhaal, is voor de kinderopvang zijn we heel duidelijk, dat moet richting meer richting een vergoeding. Dus wij willen naar publieke en gratis kinderopvang. Gratis betaald door publieke middelen. Niks is gratis in het leven, dat weten we allemaal. Dus dat is een keuze die we maken. Wat we ook doen, doordat we het minimumloon verhogen, daardoor, als het goed is, zijn minder mensen afhankelijk van toeslagen. En de kindgebonden regelingen, die voegen we samen en versimpelen. We hebben er nu voor gekozen om de huurtoeslag te behouden. Dat was echt een dilemma, want ook daar ben je weer aan het rondpompen. We dachten, als je dat nu afschaft, dan kom je in één keer bij de laagste inkomensgroep in hele grote problemen. Nou ja, ik was een paar weken terug was ik bij het woonprotest. Wat we steeds meer aan het zien zijn, is dat de inkomens doen dit. De uitgaven voor wonen, die stijgen veel hoger. Dus dat onze gedachte, staat niet in het programma, is ook, eigenlijk wil je wonen weer onttrekken aan de marktgedachte. Maar wat doe je dan? Op de korte termijn kiezen we dan toch voor de huurtoeslag nu houden. Want dat allemaal in één keer veranderen, zoals D66 ook heel goed zegt, bij de Belastingdienst, dat is gewoon heel problematisch. En tot slot, Alexander, is de regelingen die we hebben, bijvoorbeeld de bijstand. Misschien wel het basisinkomen van la lettre, hebben we ook echt best wel uitgekleed. De kostendelersnorm, de toegang, de verplichtingen, dat hebben we heel moeilijk gemaakt. Dus wij willen die ook regelvrijer maken, zodat als je gebruik moet maken van dat vangnet in Nederland, dat je daar goede toegang tot hebt. Dus dat is ons programma.
Oké, Lammert, wil jij wat zeggen over? Ja, wat mij betreft hoeft het overigens, zeker in mijn geval, niet elke keer geklapt te worden als er iets gezegd wordt. Maar voel je vooral vrij om voor anderen te klappen. Nou, wat ik vooral wil benadrukken is dat, zeker de Partij voor Dieren op dit dossier heeft natuurlijk niet de wijsheid in pacht. Absoluut niet, absoluut niet. En dat betekent dat we, Alexander voor een deel wel, dat weten we, omdat hij er al jaren mee bezig is. Dus we luisteren erg goed naar. En ik wil me eigenlijk alleen maar vooral vanmiddag aansluiten bij deze krachten, omdat we allemaal naar hetzelfde streven. En het gaat er ook om dat die bestaanszekerheid op orde te krijgen. Ik vond dat jij dat heel mooi verwoordde. Dat is gezakt, dus dat moet weer omhoog. En dat kan op een aantal manieren. En het kan ook op een aantal manieren, die het systeem niet helemaal over de kop gooien. Dus de voorstellen die jij doet, met de kinderopvang, dat willen wij ook. Nou, dat kunnen we gewoon, en dat is het mooie, dat kunnen we gewoon regelen. Dus aansluiten en verbinden. Ik heb de VVD bewust niet uitgenodigd, omdat ze in de Kamer niet zeggen waar ze voor zijn. Ze zeggen, hoewel Tamara van Ark heeft duidelijk gezegd dat ze voor het afschaffen is van alle toeslagen. Het staat nu ook in het verhaal gezamenlijk met D66. Maar wat ze voor terug willen is niet zo duidelijk. Ik heb gehoord in de voorbereiding van de verkiezingen dat ze eigenlijk hetzelfde idee hadden als D66. Maar dat Klaas Dijkhoff toen heeft gezet, toen nog fractievoorzitter van de VVD. We gaan al naar links omdat we gaan het minimumloon verhogen. Dat hebben we nog nooit gedaan. We willen niet als VVD op twee punten naar links gaan. Dan worden we gevoelig voor de aanvallen van rechts. Maar we zijn er wel voor. En trouwens, die andere partijen gaan ermee komen. Kunnen we mooi wat terugvragen op een ander niveau. Heb je ook zoiets gehoord misschien, D66? Nou, luisteren hier mensen mee of niet? Nee, ik, precies, nee, daarom. Dus ik, kijk, als het zo is, dan zou dat natuurlijk wel erg jammer zijn. Want kijk, we staan hier, en dat is ook wel het bijzondere van deze middag. Wij hier zijn het volgens mij allemaal wel eens. En dus moeten we ervoor gaan zorgen. En we hebben gelukkig iets meer zetels nu als D66. En we zitten dus ook aan tafel dat we ook die anderen gaan overtuigen. Dat we in Nederland echt wat moeten gaan doen aan die bestaanszekerheid. En als je dit dan wil gaan gebruiken voor de onderhandelingen. Dan denk ik succes aan de formatietafel. En zorg in ieder geval dat er een paar partijen bij gaan komen. En dat is, lijkt mij dan in ieder geval de opdracht aan Remkes en de VVD. Want deze partijen willen wel. Deze partij wil ook wel. En ik denk dat het allerbelangrijkste is. En voor de rest kan ik daar natuurlijk niks over zeggen. Nou ja, wat we... Sorry? Ja, heel graag. Maar ze zijn er nog niet klaar voor. Dat is een beetje het punt, Alexander. De rest is er niet zo klaar voor. Voor ons ideeën voor de Partij voor Dieren. Ja. Ik denk inderdaad wat we vanmiddag moeten doen. En wat we is natuurlijk die andere partijen wel mee zien te krijgen. En wat dat betreft is het denk ik een heel groot voordeel dat Sofie Hermans deze week een aantal belangrijke dingen gezegd heeft. Ook op zoek is naar die verbinding. En in die zin is het in wezen gunstig natuurlijk dat Klaas Dijkhoff weg is, zal ik maar zeggen. Dus dat biedt alleen maar kansen. En het is denk ik aan ons om aan ons eigen politiek ideaal te houden. Maar ook juist dat er gezegd is door de partijen die nog niet zo ver zijn. En daar liggen de kansen. Ja, nog even voordat Senna het woord krijgt. De vorige keer wou GroenLinks meeregeren. Er was ook al een amendement aangenomen op het congres. Er moet een grootschalige proef komen, wat de Partij van de Dieren nu ook in het programma heeft staan. En Katlijn de Buitenweg en Jesse Klaver hebben dat ook ingebracht in de onderhandelingen. En Buma en Rutte hebben dat ook goedgekeurd, in de zin dat er een compromiszin uitkwam. Gemeenten zijn vrij om te experimenteren met basisinkomen. Dat was dus 2017, hè, alweer 4 jaar geleden. Maar GroenLinks besloot om niet mee te doen. Maar ik heb het gevoel dat DIS deze keer wel mee wil doen. En jij hopelijk ook. Nou, ons verhaal is een beetje zoals de Partij van Dieren. Wij zijn er klaar voor en de rest niet. Ja, daar kan ik veel over zeggen. Hoe zo simpel zit. Overigens ben ik wel heel blij, want ik krijg heel veel evaluaties van die proeven die door gemeentes zijn gedaan. Dus die lees ik altijd met veel liefde.
Wat ik tegen jullie wilde zeggen, en eigenlijk ook tegen jou, want ik spreek Alexander wel eens en die houdt ons scherp. Want we zeiden, we zijn het eens. In grote lijnen zijn we het elkaar eens. Maar je zei toch dit, hoe zit het dan hiermee? En heb je hiernaar gekeken? Moet je blijven doen. Dat is heel belangrijk. Maar ik denk dat jullie dat ook moeten gaan doen en blijven doen bij andere partijen. Dus ik heb echt met, dat waren mijn eerste politieke beschouwingen. Dan zit ik naar Ja 21 te luisteren. Een partij die er nu niet is. Die hoor ik dingen zeggen en denk ik, nou, maar als je dit zo zegt, dan gun ik jou ook Alexander in de mailbox. Want kom maar door. En hetzelfde geldt ook voor de VVD. Dus dat is voor dit gesprek hier. Dat is voor de politiek. Omdat ik namelijk dingen zoals, want dan bewegen we te veel naar links en dan laten we D66 doen. En dan gaan we, dan denk ik, jongen, dat is oude politiek. Ik ben daar een beetje klaar mee. Oude politiek, ja. Ja, even tegen verdediging van Inge van Dijk, jullie collega van het CDA, die het net van Pieter Omtzigt overgenomen heeft. Die sprak ik in Den Bosch op bijeenkomst van de Katholieke Ouderenbond. En dat ging toen om alles te vervangen door één persoonlijke korting, waar 50PLUS voor gepleit heeft. En daar had ze wel oren naar. Toen vraag ik, willen jullie op termijn naar basisinkomen? Vroeg ik aan het CDA. Nou, er moet inderdaad wel wat gaan veranderen, maar we moeten wel 10 jaar de tijd nemen. Maar dat vond ik van het CDA een grote opening. Ik had gehoopt dat ze dit ook vandaag live had kunnen bevestigen, maar ze zijn dus wel aan het opschuiven. Inge van Dijk van het CDA. En het viel mij op in de algemene beschouwing dat de VVD wel erg geïsoleerd stond op heel veel punten deze week. Maar goed, langetermijn. We hebben het al iets over gezegd. Jullie willen niet naar een basisinkomen, maar naar een negatieve inkomstenbelasting. Leg dat even uit en hoe hoog moet het dan uiteindelijk worden? Oh, ik ben wel in de politiek gegaan en ik weet veel van cijfers, maar ik kan ze nooit zo opsommen. Het is ook, ja, nee, hoe hoog moet die worden? 600, nee. Ja, ik roep wat. Dorien. Nee, ik heb, zoals ik al zei, ik ben nieuwe woordvoerder, maar ik doe pensioen en AOW. Het zijn hele andere bedragen, zoals jullie wel kunnen voorstellen. En ik neem het heel even over van Alexander Hammelburg. Dus ik heb even de cijfers niet paraat. Kan ik zo wel opkomen. Maar wat we willen gaan doen is, we willen een vast bedrag aan iedereen gegeven. Elk huishouden in Nederland gaat het bedrag krijgen. En vervolgens zit je aan de onderkant met je inkomen. Dan mag je dat bedrag gewoon houden. Is van jou. Zit je aan de bovenkant van je inkomen, dan ga je bij je belastingen dat bedrag van je inkomstenbelasting aftrekken. En dan betaal je dus het bedrag eigenlijk gewoon weer terug. Dat is het hele idee wat wij hebben ingevoerd. En dat is het plan van mijn collega Steven van Weijenberg, die nu staatssecretaris is. Die eigenlijk hier had willen staan vandaag, toch? En die had dat allemaal uit zijn mouw kunnen schudden. Of in ieder geval had het gewoon kunnen oproepen. Sorry dat ik dat zo even benoem. Maar dat is dus ons plan. Dus we willen in eerste instantie de toeslagen af gaan schaffen en daarvoor in de plaats, om dat te kunnen bekostigen, willen we dat gaan doen door de belastingen te verhogen bij de vermogens en de hoge inkomens. Mag ik dat zij misschien even aanvullen? Want in het verkiezingsprogramma van D66 staat. Introduceer jezelf even. Moet je vooraan komen? Emiel, roep maar. In het verkiezingsprogramma staat dat wij ter hoogte van het sociaal minimum, dat we daar naartoe willen. Het sociaal minimum, dat wordt door Dankjewel. Even voor de camera. Emiel Althuis, D66, zegt in het D66-programma staat op termijn moet die negatieve inkomstenbelasting zo hoog worden als het sociaal minimum. Ja, volgens het Sociaal Cultureel Planbureau ongeveer 1200 euro. Precies, werken richting 1200. Nou, dat vind ik al een heel duidelijk verhaal. Ja, dankjewel Emiel. Heeft de Partij van de Dieren, jullie wouden een grootschalige proef doen. Hoe hoog moet het bedrag dan worden wat uitgekeerd gaat worden of wat is het idee? Nou ja, ook wij lezen het D66 verkiezingsprogramma wel eens. Nee, kijk, vroeg je nou lange termijn? Wat is dat? Ja, kijk, lange termijn zie je dat de inkomensverschillen steeds groter worden. Dus naast, en het bestaansonzekerheid steeds groter. Dus als je het hebt over lange termijn, moet je natuurlijk een aantal systeemveranderingen gaan doorvoeren. En nou ja, daar staat de Partij voor de Dieren uiteraard voor. Omdat aan de ene kant het sociaal minimum natuurlijk ook fluctueert. Hè, wat is dat eigenlijk? Daar kunnen we best volgen wat de planbureaus daarvoor zeggen. Maar tegelijkertijd zul je dus ook wat aan de belastingheffing moeten doen over vermogens en over inkomens. Als je leest het boek van Koen leest,
hoeveel een hele kleine groep heel veel vermogen heeft. Dus daar moet ook een drastische herverdeling komen. De winstbelasting moet worden aangepakt. Dus een aantal systeemveranderingen gaan ervoor zorgen dat er allemaal een grootschalige herverdeling komt. Zodat er ook fondsen zijn om dat basisinkomen te betalen. En dan laat ik mij graag adviseren door Alexander hoe hoog dat moet zijn. Sina, ja, ook voor jou de vraag. Je ziet op het journaal, we groeien met z'n allen met 4%. Maar de lonen gaan eigenlijk maar 2% omhoog. Waar blijven die andere 2%? Dat leggen ze niet uit. Misschien kan jij het uitleggen. En als jij het antwoord weet, dan... Want dan horen we de premier zeggen, ja, het gaat toch lekker, want het stijgt. En dan denk ik, het stijgt, hallo, waar blijft die andere 2%? En dat vind ik wel goed om te zeggen, want je bent heel snel geneigd om... Want ik ben ook blij dat je vraagt naar de toekomst. Want we zijn heel snel geneigd om, wat kan de Belastingdienst, deze regeling, hoe doen we dat? Hou ik van, lekker tweaken, goed kijken, aansluiten. Maar de onderliggende vraag gaat eigenlijk ook over, hoe werkt onze economie? En ook, hoe werken prijzen en waarden in onze economie? En als jij de vraag stelt over lonen... ik ben woordvoerder sociale zaken en werkgelegenheid. We zien een ontzettende toename van flexarbeid in Nederland. Beleidsgedreven. Dan zeggen we, flexibiliteit is lekker, stop. Dan kun je wendbaar zijn, goed voor de 21ste economie. En dan betalen we dat minder dan vaste arbeid. Denk je, maar als het zoveel waard is, dan verdient dat meer waarde en ook in die prijs. En dat zien we op heel veel dingen. Dus hetzelfde geldt als we het hebben over welke taken beloon je en hoe doen we dat in het maatschappelijk verkeer. Dus ook hoe we nadenken over de economie, de prijs daaromheen. En dat is groter. Dus ik ben heel blij dat D66 zegt, we leven in een eeuw of in een decennium, en de laatste decennia, dat we, en dan ben ik een artikelings meisje, of vrouw moet ik zeggen, dat we kapitaal steeds meer zijn belonen. Maar dat is gevolg dat je, ik heb niks mis met mensen die heel erg rijk worden. Productieve activiteiten moeten daar tegenover staan. En wat we aan het doen zijn, dat is helemaal kapot scheef aan het groeien. Dat is het al heel lang. We zien ook de gevolgen voor natuur. En dat is een groot vraagstuk, wat direct verbonden is ook met de discussie vandaag. En daarom zei ik, begon ik net ook met, we zijn hier met z'n drieën, we vinden het. En wij, ik ben SZW-woordvoerder, we kunnen het klein maken. Maar dit is eigenlijk een hele, hele grote vraag over hoe we de samenleving inrichten. En die agenda en die toekomst, met ook daarin die bestaanszekerheid, daar zijn we echt nog lang. Dan zie ik steeds meer mensen hebben de woorden gevonden. En dat is een goed signaal, ga ik niet kleinzielig over doen. Maar woorden zijn nog geen daden. Dus dat... Ik denk dat het tijd is dat de zaal ook eens wat gaat zeggen. Ik zie al wat vingers. Nou jongen, nee, de dames eerst. Kom op. Je moet even hier naar voren lopen voor de microfoon, anders wordt het ingewikkeld. En stel je heel even voor. Ja, ik ben Brigitte Scheepsma en ik ben lid van bestuurslid van de denktank GroenLinks Basisinkomen. En die zo kennen wij elkaar ook wel. Ik hoorde jou net zeggen, Sander, want de vraag is voor jou. Tegenover rijk worden moet productieve arbeid staan. En toen gingen bij mij... Hè? Oké. Want dat is wel even een verschilletje. Want ik vraag me dan een beetje af, hoe kijken jullie ook naar de verandering in hoe je naar werk kijkt? Wat is werk? Is dat alleen betaalde arbeid of ook onbetaalde arbeid? En in relatie tot een basisinkomen. Hè? Want met een basisinkomen maak je onbetaalde arbeid zichtbaar. De grootste onderneming van Nederland is niet Shell, maar dat zijn alle onbetaalde mensen die onbetaalde zorgarbeid verrichten. Dus daar wil ik wel graag even van jullie alle drie een antwoord op. Als ik me onnauwkeurig heb uitgedrukt, ik dacht dat ik zei productief handelen. En dat zei ik heel bewust. Omdat het voorbeeld... Want het gaat ook over bijvoorbeeld platforms en welke rol ze hebben. En het gaat ook over de waardeketen en wie welk stukje mag afnemen. Het gaat dus ook over welke innovatie je hebt toegevoegd in dat hele economisch proces. Dus ik bedoelde echt niet arbeid. Daar ging het mij om. En ik hoop dat het heel duidelijk is in wat ik zei. Wij als maatschappij moeten herwaarderen. En daar bedoelde ik nou precies mee. Dat we, vandaag nu tegelijkertijd heeft de FNV een actiedag.
Jullie hebben vast meegekregen dat we met z'n allen geklapt hebben voor de zorg. Tijdens de coronacrisis hebben we gezegd, wat belangrijk dat er mensen zijn die zo goed schoonmaken. Wat belangrijk dat al deze mensen zowel in de informele sfeer allerlei activiteiten doen. Wat waarderen we dat? Wat is dat belangrijk? Mijn punt was nou juist dat we in dat economisch verkeer, die waarde, en ik zeg niet altijd dat er economische waardering moet zijn, maar daar gaat echt wat mis. Zowel in die beroepen die ik net noemde, maar ook, zoals jij terecht zegt, met vrijwilligerswerk, hoe we daarmee omgaan, hoe we dat zien, hoe we er naar kijken. En hetzelfde geldt klassiek in onze samenleving voor zorgtaken. Dat hebben we ondergewaardeerd als samenleving. Dus ik wil dat. En even toch kort terug naar het eerste punt. Als we kijken, en ik begon met flexarbeid, maar we zien het nu ook in Nederland, maar zeker internationale bedrijven, ik noem een Amazon. Als je ziet hoeveel, en het gaat dus niet alleen maar over werkende mensen, maar ook kleine ondernemers, hoeveel waarde er afgesnoept wordt die eigenlijk door anderen gemaakt wordt. En dat staan we toe in onze economische ketens. Vandaag weer, wat is het, BlackRock denk ik, opkopen van woningen, geen belasting betalen, maar daar wel grote winsten mee boeken. Wij staan dat toe in de normen die we in onze economie hebben. En daar ging het me om. Je voegt niks toe, je neemt waarde af. Dat moeten we niet toestaan. En daar zijn we wel zelf bij. Maar betekent dat dan ook dat de discussie ook opgestart gaat worden over wat is nu arbeid en welke blik we daarop hebben? En dat arbeid wordt nu gezien als het hoogste goed. Als je maar betaalde arbeid hebt, dat bepaalt je identiteit, zeg maar. Hè? Want daar ontlenen mensen hun identiteit aan. Want als je geen werk hebt, dan tel je eigenlijk soort van niet mee. Hè? Dus geen betaalde arbeid hebt. Gaat daar ook een discussie over komen? En gaan we het daar ook over hebben met elkaar? Ja, heel kort. Volgens mij loopt die discussie al. En die begint ook met als we elkaar treffen en iemand komt mij tegen. Dan is het niet de vraag wat doe je, maar wie ben je? Dus dat is niet alleen een politieke discussie, maar ook in onze maatschappij. Dus eens, maar volgens mij is die discussie al gaande. Laten we die vooral doorzetten. Koen, jij wou ook wat zeggen. Herman Schenk Willink heeft recent natuurlijk een heel mooi boek geschreven opnieuw nadat hij in 2019 met Grote Denken Kleiner Doen een Puntjes Boekenprijs gewonnen heeft. En zoals Senna ook heeft geprobeerd te doen en Marijke en Lammert ook, namelijk het brede trekken van hoe we kijken naar arbeid, het brede trekken naar hoe we kijken naar werk. Dat raakt inderdaad al die thema's die we hier bespreken, of dat nu economische ongelijkheid is, of wie krijgt de waarde van welk economisch proces dan ook. Herman Schenk Willink die heeft het over de relatie tussen overheid en burger. En ik vroeg me eigenlijk af, als we het hebben over mensbeeld, iets wat belangrijk is als we nadenken over het idee van basisinkomen. Hoe kijken jullie zelf gewoon persoonlijk als Kamerlid in jullie denken en handelen over die relatie tussen burger en overheid? En hoe hebben jullie eigenlijk die zien veranderen door de jaren heen? En misschien voor Lammert ook een heel interessante vraag, aangezien je al heel lang in de politiek zit en misschien daar ook gedachten over hebt. Dus mijn vraag. Ja, dankjewel Koen. Ja, Partij voor Dieren is natuurlijk bij uitstek opgericht juist om de relatie tussen mensen, maar niet alleen mensen, de natuur en ook de dieren centraal te stellen. Hoe gaan wij om met elkaar, met alle levende wezens in een kwetsbare omgeving? Dus dat is de reden waarom de Partij voor de Dieren opgericht is. Emancipatiepartij voor de meest kwetsbaren. Maar dat vertaalt zich nu natuurlijk in allerlei handelen. Op de dossiers waar we mee bezig zijn. Als ik als voorbeeld mag noemen, want dan kom ik bij je vraag, verhouding burger-overheid. De toeslagenaffaire heeft natuurlijk aangetoond dat dat helemaal misgelopen is. Maar wat daarin ook belangrijk is, is dat het, laat ik het inderdaad maar wel positief benaderen, de oplossing van het probleem van de toeslagenaffaire wordt eigenlijk, en daar komen we nu achter, dat hebben wij aan de kaak gesteld en dat wordt nu ook gezien dat de oplossing niet zit in het op dezelfde manier proberen op te lossen met dat mensbeeld. Want het mensbeeld wat de Belastingdienst nu met alle goede bedoelingen heeft, is toch, ja, jij bent slachtoffer, dan stoppen we jou in een proces en dan gaan we kijken of we jouw schade financieel kunnen vergoeden. En ja, als je immateriële schade hebt geleden, dan proberen we daar ook een prijs op te zetten en dat krijg je dan ook vergoed. Dus op zich met de beste wil gebeurt dat.
Maar het gaat niet werken. Het werkt nu al niet. Het loopt vast. Het is vastgelopen. Als je kijkt naar de verslagen in die toeslagenaffaire, de voortgang daarin. En wat we daar tegenover stellen, en het is heel hartverwarmend dat moties in die richting ook met overweldigende meerderheid zijn aangenomen, is wat we daar tegenover stellen, is dat we het mensbeeld eigenlijk wat de overheid heeft, kantelen. Dus in een proces van, je hebt een nummer en je wordt door een traject gesleept, en zo snel mogelijk en zo goed mogelijk. Dat hebben we eigenlijk omgedraaid. En dat moet een proces van heling zijn. En een proces van identiteit en eigen regie geven. En dat vereist een heel ander mensbeeld. En dat vereist ook een heel ander proces van aanpak. Dus in plaats van, laten we zeggen, het kost nu 5,2 miljard... de toeslagenaffaire heeft nu opgeteld, moet je misschien wel spreken over 15 miljard, 20 miljard, omdat het uiteindelijk gaat in een proces van heling en investeren in het weefsel van de samenleving. En als we dat op een goede manier doen, en ik kan daar de rest van de middag over praten, want daar zijn echt hele goede dingen bezig, ook samen weer met D66, en de Bijeen speelt er ook een cruciale rol in, VVD kan daar een hele belangrijke rol in spelen, en dan laat je eigenlijk zien dat een ander mensbeeld, een mensbeeld van vertrouwen, van zelf regie geven, van vertrouwen teruggeven, zal doorwerken in het kantelen. En dat is echt aan de gang. En wat jij zegt, sluit er ook. Ik bedoel, jij zit ook, werkt er ook enorm mee. En wij allemaal in het kantelen van dat mensbeeld. En dat is cruciaal. Op velelei gebieden. Gaan ook allemaal handen omhoog. Wat ik wilde zeggen is, ik ben 7,5 jaar wethouder geweest, waarvan de laatste 3 jaar wethouder werk en inkomen. En het viel me toen eigenlijk al op, als ik met de uitvoeringsorganisatie sprak, dat ze eigenlijk altijd uitging van het wantrouwen. En dat ik zei van, we moeten de mensen gaan belonen die altijd hun formulier op tijd sturen, in plaats van meteen een brief sturen op het moment dat ze te laat zijn. En dat lukte mij als wethouder bijna niet om te gaan realiseren. En daar ben ik echt heel erg van geschrokken. Was voor mij ook een reden om naar Den Haag te gaan. Want ik dacht, ja, zolang wij ons allemaal verschuilen achter wetgeving vanuit Den Haag, gaat het hier op de werkvloer gewoon al mis. En dat waren best goed bedoelende medewerkers van mijn organisatie. Maar zij hadden dat, ja, dat was nou eenmaal zo. Er wordt gefraudeerd en die moeten we opsporen, dus daar kijken we naar. En het lukte ze niet om op een andere manier met een ander systeem te gaan werken. Dus wat mij betreft is er een kleine kanteling gaande, maar zijn we er echt nog lang niet. We moeten dit met z'n allen blijven uitdragen. Ga uit van vertrouwen in de mensheid. Ik geloof er gewoon in dat de mens in principe gewoon goed is. En niet goed. Heel kort, en die kanteling vraagt ook heel veel ontwenning. Want ik lees nog elke dag ook kamerbrieven en stukken met de klantreis en de burger als klant. Dus als we het over Herman Cenk Willink hebben, wat het betekent om burger te zijn, de relatie tot de overheid. Maar hetzelfde geldt voor efficiëntiedenken. Stel je voor een formulier met een boxje waar je iets mag toevoegen, omdat je kunt uitleggen dat jouw geval toch net anders is. Ja, dat is niet een heel efficiënt formulier. Herman Cenk Willink laat heel mooi zien hoe je ook dat denken van het new public management, dat zit super diep. Dat zit ook in, daar hebben we allemaal aan meegedaan. Dus die kanteling is echt heel nodig en die ontwenning vraagt heel veel. En daar moeten we alert op blijven. Dus elke keer als ik zie klant in plaats van burger, denk ik, alarmbellen, dit is niet de bedoeling, dit is gewoon een burger. Nou ja, dat wou ik even zeggen. Ja, je hebt het woord. Werkt deze? Werkt het? Ja, hè? Okay. Ja, goeiedag. Ik ben Omar Tegel. Ik ben ondernemer. En ik ben vader van 7 kinderen. Dus ik denk wel eens over de toekomst van mijn kinderen. En de rest van Nederland uiteraard. Wat ik nu hoor vanuit de politiek is vooral het verschuiven van inkomen. En het anders organiseren van hoe je toeslagen en hoe je inkomsten inricht, daar stroomlijnen en daar minder dingen fout laten gaan. Dat is natuurlijk een goed ding. Maar wil je het basisinkomen laten lukken, wil je die stap durven zetten, dan heb je eigenlijk meer nodig. Dan heb je in feite opeens een budget nodig die die overgang daarheen mogelijk maakt. En wat ik nu ook hoor is dat er gedacht wordt om het te betalen, dat je dan de wat meer verdienenden, de mensen met wat hoger inkomen, dat je die dan meer zou belasten om het mogelijk te maken om de armoede in feite die er nu is, te bestrijden. Maar het probleem ligt volgens mij niet in degenen die meer verdienen, maar
de allerrijksten, de geldwereld. Dus wat je nu ziet, dat in de geldwereld, denk aan de BlackRock's en denk aan het oude geld, dat daar eigenlijk al het geld door het systeem wat we nu hebben heen verschuift. Dus dat moeten we tegengaan. En volgens mij ligt de oplossing in het splitsen van het basisinkomen wat het wonen betreft en wat de overige lasten betreft. En dat zou je eenvoudig kunnen doen. Je zou in feite uit de geldwereld 30 miljard per jaar kunnen halen. Een stuk bankmarge. Wat in eerste instantie het bankwezen in gevaar brengt. Maar die gaan we maar eenmalig redden. En daarna nooit meer. We zouden in feite namelijk gebruik kunnen maken van het probleem wat op dit moment leeft. Namelijk de hele lage rente. Dat het spaargeld van de burgers en het pensioengeld van de burgers eigenlijk niets meer waard is. En volgens mij als je een burgerbank zou oprichten waarbij je een deel van het pensioengeld en het spaargeld, dat is iets van 380 miljard aan spaargeld en 200 miljard aan betaalgeld, daarin voegt, zou je daarmee alle woningen, inclusief de huurwoningen, kunnen financieren. En je zou in feite alle burgers, zelfs mensen met een uitkering, gewoon een woning kunnen financieren. Ze zouden een eigen hypotheek kunnen hebben waar ze in aflossen. En dan zou je net als dat je met de studielening die er nu is, en die voorbij gaat, dan zou je in feite alleen maar als mensen inkomen hebben, ze dat laten terugbetalen. En als je dat doet, je splitst in feite het woondeel en het overige deel, dan zou je in feite het woondeel als burgers met elkaar organiseren, hè, middels een burgerbank die je zelf opricht. En dan zou je het restant, 600 euro per burger per jaar en 200 euro per kind, kunnen betalen uit wat nu het hele sociale stelsel kost. Dus het sociale stelsel zou compleet niet meer nodig zijn. En dan doe je in feite alle overige kosten daaruit. En dan pak je gewoon de marge, wat je nodig hebt, pak je eigenlijk uit de geldwereld. Ja, dus een vraag over het geld. Moeilijke vraag, burgerbank. Schiet me nou een anekdote te binnen. 5 jaar geleden hadden ze een enorme discussie in Zwitserland over het basisinkomen, want iedereen mocht stemmen. En toen gingen ze rekenen, want de voorstanders zeiden, het gaat niet over de hoogte, we zeggen dat gaat de regering en parlement daarna bepalen. Maar er kwam natuurlijk toch discussie over de hoogte. Toen zei een deel van de voorstanders, oh, 2500 Zwitserse franken. Nou, dat is dan ongeveer 1500 euro, dat is fors. Toen was meteen het verhaal, ja, het kost 125 miljard Zwitserse franken, dat kunnen we niet betalen. Toen ging de Zwitserse SVB rekenen en zei, nee, het is 25 miljard en als we de BTW met 8% verhogen, kunnen we betalen. Toen kwamen de ondernemers in opstand, want die zeiden, elk weekend gaan heel veel Zwitsers al over de grens om in Duitsland, Italië en Frankrijk inkopen te gaan doen, want daar is het veel goedkoper hoor. Nou, dat was het dus ook niet. Toen zei er een professor van Zurich, die zei, ja, we kunnen ook een belasting doen op het wisselen van geld. 0,01%. Dus 1/10.000ste van elke transactie haal je om je af als overheid. Dat leverde 200 miljard op. Ruim genoeg voor de basisinkomen. De hele inkomstenbelasting kan je ook afschaffen. Ja, toen was het probleem. Ja, dan gaan de banken verdwijnen uit Zwitserland. En de hedgefonds ook. Dus geld is een discussie. En die burgerbank is ook een belangrijk idee. Wie als eerste? Dankjewel, Alexander, dat je altijd weer heel veel problemen weet te vinden. Voor in principe een prachtig betoog. Ik kan er niet snel over oordelen, ik zeg. Maar inderdaad, ik weet wel dat op het moment dat je als bankwereld, bankwezen, banklobby het voor elkaar krijgt, dat je vanaf 2016 80 miljard... waarde, euro's uit het niets creëert en in een geldmarkt pompt, dat je er dan donder op kan zeggen dat de best en de brightest die helaas werken bij financiële instituties gaan zoeken naar rendement. En dat rendement, helaas hebben we het inderdaad zo georganiseerd, daarom sluiten onze betogen en ook jouw betogen zo mooi op elkaar aan. Als je dat rendement op de manier waarop het nu georganiseerd is wil zo hoog mogelijk laten zijn, dan zit dat in kapitaal. Dus dat is een zelf versterkend methode. Dus 80 miljard per maand, elke maand aan euro's creëren in een geldmarkt. Ja, dat loopt gewoon fout. En het is nu geloof ik teruggebracht tot 60 miljard. Maar het zijn onvoorstelbare bedragen. En niemand, eigenlijk is dat heel erg onbekend. Dus dat aanpakken, CQ afromen wat er is, dat is natuurlijk heel verstandig.
Hè, want er is dus genoeg geld. Dat is een beetje de boodschap die ik van jou meekrijg. Maar dat neemt niets weg dat als je dat afneemt of afroomt of nou, via welke belasting dan ook, maar je houdt dat systeem van die geldcreatie eigenlijk door schulden in stand, dat is niet houdbaar. Ik vind het prachtig als we daar op korte termijn, laten we zeggen binnen 10 jaar, jouw 200 miljard vandaan kunnen graaien voor ons eigen. Maar in wezen doe je dan precies hetzelfde wat we de BlackRock's verwijten, namelijk op de pof afromen om iets te financieren wat wij dan belangrijk vinden. En dan, dus ik, daar zit even mijn aarzeling. Het is veel meer dat je die bankbelasting en die geldcreatie, en daar sluit ik heel erg aan bij dat idee van, dat, van wie is het geld eigenlijk. Daar hebben we natuurlijk ook heel veel discussies gehad in de Tweede Kamer. We moeten een eigen munt creëren, dat soort initiatieven. En daar hoort een burgerbank natuurlijk ook bij. Maar het onderliggende ritme wat hier speelt, en dat is gewoon heel mooi, is, jongens, het is genoeg, het is afgelopen met die flauwekul. De best en de brightest zitten nu eigenlijk te spelen met onze toekomst. En die best en die brightest moeten wij verleiden om te werken aan onze gezamenlijke toekomst. En dat is de uitdaging. Ja, precies. Je zou in feite, er wordt al gesproken over een andere munt, maar dat zou niet eens nodig zijn. Ja, dus je zou nog steeds in euro's kunnen werken, maar je zou wel kunnen zorgen dat de spaarders gewoon weer 2% rente krijgen. Een belangrijk deel van het pensioengeld, wat nu eigenlijk zwerft over de wereldmarkt, zou dat terug kunnen pakken en daar zelf 2,1% aan kunnen geven. En bijvoorbeeld altijd eeuwigdurend voor alle woningen in Nederland 2,5% rente rekenen. En dan in feite op het moment dat je niet kan betalen, dan bevriest dat. En daar staan we met elkaar gewoon garant voor. En dan haal je in feite een stuk van de geldwereldonzekerheid en de bankwereldonzekerheid haal je weg. Dus dat combineer je dan gewoon. Dus ik bedoel meer te zeggen, dit is maar een idee, maar je zou dus, je moet eigenlijk stappen uit het een beetje schuiven met geld. Je moet, zeg maar zeggen, wil je dit mogelijk maken, moet je echt een sprong maken. En dan iets anders doen, dus dat wilde ik zeggen. Ja, heel erg eens. Goed. We gaan het samen doen, dat ga ik niet alleen doen. Ik zeg nog meer vingers. Willem. Ja, ga maar een rijtje vormen. Er staat straks de hele zaal aan die kant. Hallo. Willem Gieling, ik ben vicevoorzitter van de Vereniging voor Basisinkomen. En ik zou eigenlijk een wat principieler punt willen aanstippen. De opmerking net van mijn achterbuurman hè, over een andere financiering stromen te regelen en de bankensector op die manier ook in wat stevige positie te brengen, is natuurlijk interessant. Maar dat is het beantwoorden van de hoe-vraag. Mij gaat het om de waarom-vraag. En als we naar ons sociaal zekerheidsstelsel kijken, dan brengt dat natuurlijk ook enorm veel bureaucratische rompslomp met zich mee. Wij kennen dat van de toeslagenaffaire. Basisinkomen, als we het over dat principe hebben, wereldwijd gaat het erom dat elke burger een basisinkomen krijgt, of hij miljonair is of dat hij kind is. Dan heb je dus geen bureaucratie meer. Dan heb je geen wegingsinstrumenten meer nodig. Als het hoog genoeg is, en dat kan, want we hebben Panama Papers en van alles en nog wat. Geld is er zat, we hebben het net gehoord, 60 miljard, 80 miljard. Het kan. Nee, dat weet ik ook wel, dus quantity easing, het verhaal ken ik wel, maar natuurlijk, het is natuurlijk een bubbel, dat snap ik. Maar natuurlijk kan het hoog, zo hoog zijn dat iedereen daar zijn bestaanszekerheid kan aanlenen en via de belastingteruggave kunnen dan inderdaad degenen die te veel hebben gekregen dat ze terug gaan betalen. Dus mijn vraag is vooral de waarom-vraag. Als we die beantwoorden, dan is elk systeem, als we erachter staan dat het basisinkomen van belang is, is natuurlijk te realiseren. Want waar een wil is, die moet er eerst zijn, maar dan is er ook een weg. En dat is vele malen beter dan praten over financieringssystemen die uiteindelijk ja, de ene discussie naar de andere uitlokken. Ik ben zo blij dat je deze vraag stelt, omdat dit is waarom ik begon net in mijn betoog met waarom doe je dit? En waarom het heel belangrijk is om aan iedereen die ook deze discussie over basisinkomen heeft, te vragen waarom doe je het? Omdat de start van mijn probleemanalyse, een soort Nederland waar je wil leven, is er een waarin niemand aan de kant staat. Waarin we voldoende welvaart hebben, dat je mee kunt doen en dat er voor iedereen die bestaanszekerheid is. Ik heb ook in zaaltjes gestaan, of nou ja, ik heb een campagne gedaan in een Zoom-tijdperk, dus ik heb vooral tegen schermpjes gepraat.
Een gesprek met libertariërs die zeggen, de hoe is het basisinkomen, waarom? Kan de overheid zich helemaal terugtrekken. Dat is volgens mij niet uw betoog. Dus, en vandaar dus ook mijn waarom, want en dat vind ik dus ook ingewikkeld, zeg ik even in alle openheid over de basisinkomen discussie. En waarom ik het elke keer zelf terugbreng naar die bestaanszekerheid. Omdat er ook mensen zijn die op de waarom vraag zeggen, zo min mogelijk overheid, lekker een flat tax en één bedragje, kan je de rest er lekker uitslopen, hoeven we niks meer te doen, supergoedkoop. En die zeggen dan als waarom, een zo klein mogelijk overheid, mag je vinden. Dus ik vind het dus daarom zo belangrijk om die waarom-vraag te beantwoorden. Want voor mij is die bestaanszekerheid en dan kom je op de hoe en hoe doe je dat dan precies. En dan kun je het hebben over de dingen die we allemaal genoemd hebben en de toekomstperspectief. Dus ik vind, nou ja, blijf altijd de waarom-vraag stellen. Dus dank voor die vraag. Sluit je erbij aan? Ja, ik sluit erbij aan en ik wou er nog wel wat aan toevoegen. Want op het moment dat we zorgen dat iedereen in Nederland die bestaansminimum heeft... Dan, want ik vind dat we heel veel vragen van mensen tegenwoordig. Dus op het moment dat je eigenlijk maar nauwelijks je hoofd boven water houdt... gaan we toch vragen dat ze meedoen aan de samenleving, dat ze een baan gaan zoeken, dat ze van alles gaan doen. En ik heb zoveel mensen gesproken met geldstress die zeiden... zolang ik echt maar met moeite elke maand rond kan komen... ben ik helemaal niet in staat om een sollicitatiegesprek te voeren, Marijke. Kan je me daar niet bij gaan helpen? Dus ik denk, en dat is ook een beetje in verlenging van wat jij aan het begin vroeg... onbetaald werk is ook gewoon meedoen aan onze samenleving. En dat moeten we echt veel meer gaan waarderen. Dus als we meer mensen boven het bestaansminimum gaan krijgen... creëren we ook wat meer rust. En voor de generatie die daar achteraan komt, de kinderen... is dat denk ik het allerbelangrijkste. Een jongeman. Ik ben Daniel van Duin van LEF voor de nieuwe generatie. Ik vind het heel leuk dat we hier aan het praten zijn over het basisinkomen... maar ik wil een open call doen... Wie kent er een miljonair / miljardair die een proef wil financieren van 120.000 euro? 10 basisinkomens, 1 jaar, ik ga het filmen. Ik zorg ervoor dat heel Nederland bekend wordt met de effecten. Want we moeten zien en voelen hoe het is. We moeten er niet over praten. Dank jullie wel. Ik ben bereikbaar. Kent iemand? Want even... Kent iemand een miljardair? Ja. Nou, het is wel zo. De overheid. Ja, wie is de grootste overheid in Nederland? De Belastingdienst. 30.000 mensen meer werknemers dan de 5 grote multinationals bij elkaar. Goed, ik had nog meer vingers gezien, dan gaan we bijna afsluiten. Ja, dames eerst, kom op. Sylvia. Mijn naam is Sylvia, ik heb een vraag aan mevrouw in het rood. Wat mij opviel is dat u een stukje van uw partijprogramma promoten. En dat is met name de opvang voor de kinderopvang, dat gratis wordt uit de algemene middelen voldaan. Op zich vond ik dat heel bijzonder, omdat we in een vergrijzende maatschappij zitten. En doe je dan eigenlijk ook niet de moeders die fijn voor hun kinderen thuis blijven tekort, wat krijgen die dan? Waarom krijgen die niks? Want je creëert een verdere polarisering en je creëert ook een verdere discriminatie in feite. En dat vond ik jammer. Onverwachte vraag, ja? Nee, bij ons is het... Dus even voor de duidelijkheid, het is gedankt deze feedback direct. Dus wij doen die kinderopvang voor iedereen vanuit de gedachte juist. Eigenlijk net als met school, waar je met z'n allen... en dat ik denk dat het ook heel belangrijk is voor onze toekomst... om juist ongelijkheid aan te pakken. Voor zowel werkende als niet werkende ouders. Omdat wij denken dat het belangrijk is dat je elkaar daar ontmoet. Omdat we denken dat het belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. En omdat we denken dat het belangrijk is, want kinderopvang, ook als je werkt, kost gewoon heel veel. Dus die 3 doelen zijn voor ons heel belangrijk. En wij denken, net als, en dat zei ik volgens mij in mijn betoog, als je goede voorzieningen hebt waar je naartoe kunt, en niet alleen maar dat je ervoor kunt betalen, heb je generiek gebruik voor iedereen. Maar zolang als je dat niet concreet kunt doorvoeren, ja, dan blijft het natuurlijk een utopie waar je misschien 30 of 40 jaar mee bezig bent. Dus kun je dat ook wat concreter maken? Oh, jazeker. Dus, en dan komen we weer bij het begin ook van deze discussie. Wat wij zeggen, we hebben nu een versplinterd landschap met aan de ene kant VVE, aan de andere kant kinderopvang, zowel markt als niet-markt, verschillende financieringsstromen. Dus stap 1, breng die financieringsstromen eens wat bij elkaar.
2, maak het veel makkelijker. Want wat zagen we bij de kinderopvangtoeslagaffaire? Je krijgt een voorschot, krijg je terug, maak je een foutje, is het gedoe. Doe dat bedrag in één keer omhoog, zodat je gewoon zeker weet, hè, dit wordt voor mij betaald. Zorg ervoor dat het een acceptatieplicht is. Zodat je niet hebt kinderen van ouders die het niet kunnen betalen, zitten daar op de speelzaal. En kindjes die ouders van die het wel kunnen betalen, zitten daar op een ander pandje. Zorg ervoor dat het op dezelfde plek is. Heeft de gemeente een rol in? En wat je vooral inderdaad niet moet doen, is nu zeggen, ik heb een plan en dat gaan we volgend jaar doen. En dat ben ik. Ik ben ook kinderopvangwoordvoerder. Ervoor zorgen dat zowel de onderwijskant als de kinderopvangkant in Den Haag samenwerken, zodat je het haalbaar maakt op de plekken waar we onze kinderen heen kunnen brengen. Maar ik zie dat we hier nu een punt hebben, want ik zie u beiden in één keer heel enthousiast ja knikken. Waar ik tot nu toe het gemist heb, dus dat de verbinding ontstond, zie ik die nu wel ontstaan. Is dit niet een mooi punt om een begin te maken? En waarom de andere twee Kamerleden kunnen ook nog even reageren en dan gaan we naar nog twee vragen, dan hebben we echt pauze. We zijn een uur bezig. Nou ja, waarom ik eigenlijk enthousiast reageerde is, Senna noemde het in haar inleiding. Ik heb het niet genoemd, maar we hebben het ook in ons verkiezingsprogramma staan. Gratis kinderopvang. Ook juist om niet werkende werkenden ervoor te zorgen dat zij hun kinderen naar de kinderopvang kunnen gaan brengen. Dus... Ja, nee, maar dat was omdat u die vraag stelde. Ik knikte ook al toen ze haar inleiding gaf. Maar toen heb ik het niet apart benoemd, omdat ik een andere vraag kreeg. Wij zijn het best wel vaak eens eigenlijk. We hadden de VVD erbij willen hebben. Het advies is ook om alle verkiezingsprogramma's door... Ja. Maar ik moet nog even iets duidelijker begrijpen. Die mevrouw die net wegloopt nu. Sylvia. Begreep ik nog goed dat jij dat ook in jouw vraag besloten zit dat op het moment dat ik bijvoorbeeld wel van de gelegenheid gebruik maak om gratis kinderopvang te hebben, maar jij niet, omdat jij je kind thuis houdt, dat je eigenlijk de waarde van, laten we zeggen, als dat kostprijs 2000, nou dat zal het niet, nou kinderopvang hoewel, in ieder geval kostprijs dat 200 euro is, dat eigenlijk dat ik dat dan geniet, dat voordeel, dat jij dat ook zou moeten krijgen. Is dat wat je zegt? Ik hoor niet wat je zegt, sorry. Dat maakt dat huizen uiteindelijk gewaardeerd worden in de waardering krijgen, dus al jaren lang te kosten. Ja, dus jij zegt wel inderdaad, ja. Ja, dat begrijp ik. Met andere woorden, jij zegt, kinderopvang is gratis, maar de waarde die dat vertegenwoordigt, moet überhaupt naar verzorgers gaan, ook al brengen ze het niet naar hun... naar een kinderopvang. En dat vind ik op zich een goed punt, want dat onderzoekt dan precies jouw punt, dat het een waarde heeft en dus ook daar wat tegenover staan. Omdat anderen het wel krijgen en ik niet, omdat ik mijn kind... Dat is wat je zegt, toch? Ja, eens. Ik denk dat we daar... Zijn we het daarover eens? Goed. Oh, dit vereist toch discussie, maar ik begrijp het idee dat degene die zelf hun kinderen opvangen eigenlijk ook een waarde vertegenwoordigt die op de een of andere manier... betaald moet worden en dat zou je er met een basiscom kunnen regelen. Hoeveel vingers zie ik nog? Piratenpartij. Oh la la la. Nou vooruit, nog 5. Mark, kom op. Ik zal het heel kort houden. Mijn naam is Mark Lambrechts. Ik ben ondernemer en betrokken ook nog bij een grote milieuorganisatie. En ik woon in een ecologische woongemeenschap in Nijmegen-Lent. Kom vooral een keer langs. Mijn vraag is, basisinkomen gaat over het grootte van bestaanszekerheid. Volgens mij is dat verhaal veel groter. We hebben hier met banken te maken die om kunnen vallen. Er zijn natuurlijk allerlei veiligheidszaken ingebouwd. We zien nou in China hele gekke dingen gebeuren. Mijn vraag is, zou een basisinkomen niet gekoppeld moeten worden aan een veiliger systeem om je geld weg te zetten? En dan denk ik aan een Europese bankrekening voor elke Europese burger, waarop, als er een basisinkomen wordt verstrekt, dat geld wordt overgemaakt. Maar dat geld mag dan niet belegd worden. Dus dat staat er ook. Dus volledig veilig. Dus totaal anders als banken normaal gewend zijn te functioneren. Ik ben helemaal geen econoom, maar dit is gewoon maar een wild idee. En een tweede vraag. We zitten met een herziening van het studiefinancieringsstelsel. Is dit niet een gouden kans om op het moment dat er een nieuw systeem bedacht wordt, om dat te verpakken onder de naam basisinkomen voor studenten? Dan krijgen we een enorme grote groep in Nederland die ook bekend raakt met deze term. Want basisinkomen is nog zeer onbekend bij heel veel mensen. Het is maar een idee.
Goed. Een basisinkomen voor studenten. Alexander, de volgende keer moet je 5 uur inplannen voor ons panel. Want er is genoeg te bespreken en nog heel veel mensen met vragen. Dank voor je vraag. 2 reacties. En ik probeerde dat net ook te zeggen, hè, over hoe werkt onze wereldeconomie. En de vorige vraag over kapitaal en eigenlijk doet u daar ook een voorstel voor. Mijn eerste reactie zou zijn, we moeten ook uitkijken dat we alles dus eens met nadenken over oplossingen. Maar we moeten ontzettend opletten dat we alles financialiseren. Want dat zijn we ook aan het doen. We maken alles afhankelijk van die financiële markten met alle consequenties van dien. Het tweede, uit mijn hart, want in ons verkiezingsprogramma hebben wij het startkapitaal. Dat is voor ons de vervanging van zowel de generatie die geen studiefinanciering had, als voor toekomstige generaties. En niet alleen maar voor het onderwijs, maar ook bijvoorbeeld voor mensen die geen opleiding hebben voor het mbo. Zodat ze een bedrag hebben waar ze iets mee kunnen doen. En dat we ook andere dingen waarderen. En dat is eigenlijk in gedachte, wij noemen het startkapitaal, maar dat is eigenlijk het idee wat u nu presenteert. Dus goed plan. Alleen de VVD houdt nog vast aan het leenstelsel? Dus er is een enorme meerderheid om dat af te schaffen. Ja. Hoe gaat het dan heten? Ja, basisbeurs, basisinkomen voor studenten. Ik denk dat ik namens ons drieën gekregen heb. Dat inderdaad wat jij zegt, dat taalgebruik van leenstelsel naar basisbeurs, dat enorm kan helpen. Dus dat hebben volgens mij alle drie. Dus dat is, en zo zijn er meer, Alexander zei ook al, AOV is ook een vorm van basisbeurs. Dus op een bepaald moment, als je dat allemaal gaat scharen onder het begrip basisbeurs, dan zie je al dat er, basisinkomen, dan zie je al dat er heel veel aan de hand is. Tweede opmerking is, ben jij die ondernemer die hem straks gaat financieren met die 120.000? Ik kijk meer dan miljonairs. Oké, nou helemaal top. Nou, hij zit schuin achter je, dus heel goed. En het andere punt, nou, kortheidshalve inderdaad, ik sluit me wel aan wat Senna zegt van, kijk, een bank inderdaad die van de burger is, dat is een heel goed idee. Dat is echt een top idee, want ze zijn nu van anderen. Dat is absoluut, absoluut waar. Dus dat moeten we op een manier gaan regelen. En dat daarnaast andere banken zijn is ook prima, maar dat is echt een heel goed idee. Of dat Europees moet zijn, ik weet het niet. Ik laat me graag adviseren. Maar reken nog kort. Ja, ik sluit me aan bij de vorige sprekers. Dat doen we zo in de Kamer. Nee, ik denk dat het een hele mooie oproep is om te gaan kijken of we dat inderdaad op die manier zouden kunnen gaan benoemen. Ik maakte me ook inderdaad wel wat zorgen als we te veel gaan regelen, organiseren. Maar goed, dat is wat jullie ook aangeven. Dus ik sluit me daarbij aan. Dames, 1-2. Mijn zorg is de mensen met een lichamelijke handicap en mensen met een verstandelijke handicap. En ja, hoe komen die dan rond? En wordt daar überhaupt rekening mee gehouden? Want die hebben extra onkosten. Een verbouw van het huis waarin ze wonen. En de ene gemeente doet daar nog moeilijker over dan de andere gemeente. Dus je kan niet op de gemeente varen. Ik zeg het een beetje negatief, maar dat is mijn ervaring. Hoe denkt de vereniging basisinkomen over, en u natuurlijk drieën, maar over de positie van de lichamelijk gehandicapten? Dan bedoel ik mensen in een rolstoel die geen spierkracht meer hebben. Nog in hun vingers. Nee, duidelijk. Ja, ik zeg dan altijd, er werd recent een proef gedaan in Canada. Daar kreeg iedereen een bepaald bedrag. En de mensen die fysiek of geestelijk gehandicapt waren, die kregen 400 Canadese dollars meer. Ik denk dat we dat ook zo moeten regelen. Als je niet kunt werken omdat je fysiek gehandicapt bent, dan kun je niet van 1000 of 1200 euro rondkomen. Dan moet je wat neerkrijgen. Dat lijkt me heel evident. En dat is denk ik ook onomstreden. Dat is niet het probleem. Ik zie jullie knikken. Ja. Volgende vraag. Ik heb niet per se. Hallo, ik ben Monica. Ja, opmerking. Hallo. Even kijken. Ik heb samen met Koen Bruning op een gegeven moment een podcast gemaakt over het basisinkomen. Toen hebben we Victor Boers geïnterviewd en die zei: toeslagenaffaire, topje van de ijsberg. Dat er gaan nog veel meer schandalen naar boven komen. En inderdaad, ik ben zelf iemand die weinig gebruik heeft gemaakt van toeslagen. En toen ik er gebruik van maakte, kwam ik onmiddellijk in de problemen.
had ik ineens een schuld die ik niet eerder had. Maar toen ineens wel, achteraf. Want moest je achteraf gaan terugbetalen. Omdat het ging, ik ben een zelfstandig ondernemer. Dus inkomen fluctueert. Dus toeslagen was voor mij een probleem. Ik heb een beetje onderzoek gedaan in Amsterdam naar geldstromen met WOP-verzoeken, et cetera, om te kijken hoe dat ging. En wat mij is opgevallen is dat er heel veel geld voor bepaalde dingen is bedoeld. Daarvan blijft een heel groot deel hangen en komt er maar een heel klein deel op de plek terecht waar het bedoeld is. En dat zag ik ook bij de toeslagenaffaire. En als jullie dan, ik hoorde wat bedragen die werden genoemd. Volgens mij waren daar heel veel toeslagenouders mee geholpen. Maar dat is niet bij hun terechtgekomen, terwijl het wel daarvoor bedoeld was. Dus ik zou een suggestie willen doen. Dus bijvoorbeeld dat als we dat grootschalige basisinkomen experiment landelijk of lokaal of whatever gaan doen. Want ik vind dat er veel te weinig lef in zit om het daadwerkelijk te doen. Als het uit 2017... landelijke allerlei experimenten dat ze daarvoor waren om dat te doen. Ik heb ze niet gezien, dus ik zou niet weten waar dat dan is gebeurd. Maar dan zou ik willen voorstellen dat die belastingdienst bijvoorbeeld wordt gehalveerd en dat de mensen die dan dus daar weggaan onderdeel worden van dat experiment. Zodat ze zelf ook voelen hoe het is als je in zo'n systeem terechtkomt dat je vermorzelt en verplettert in plaats van weer, je wordt kwetsbaar gemaakt. Je was het niet, maar je wordt het gemaakt. Dat is in ieder geval de ervaring die ik heb. Dus dat, het zou fijn zijn als het inderdaad versimpeld wordt, heel veel dingen. Maar ook als mensen zelf een keer aan de andere kant komen te staan. Dat zou ik wel eens een mooi ding vinden van het experiment, zeg maar. Dat is een heel bijzonder experiment. Even aan de Kamerleden reactie. Ja, nou ja, kijk, ik begrijp wel deze opmerking. En tegelijkertijd ken ik niet alle 30.000 mensen die bij de Belastingdienst werken. Maar ik zou het ook wel jammer vinden om ze nu over één kam te scheren. Want we hebben het echt als Kamer ook wel zo veroorzaakt dat ze volgens regels en stramien moesten werken. Dus om ze dan nu allemaal verplicht in experimenten te stoppen om ze anders te leren denken, vind ik niet helemaal aardig. Maar ik begrijp wel wat u zegt. En volgens mij, zoals wij hier met z'n drieën staan, wij staan heel erg in verbinding met mensen in heel Nederland. En ik denk dat het daar wel eens misgaat. Dat we vergeten, vanuit de Haagse bubbel, hoe het soms is voor andere mensen die in een andere situatie terecht zijn gekomen. En daarom ben ik nog steeds van mening, als wij die toeslagen gaan afschaffen, omdat we iedereen een vast bedrag per jaar geven, dan maken we het makkelijker. En dan kom je dus niet in die omgekeerde, dat je moet gaan bewijzen dat je het goed doet, dat het allemaal klopt. Dat gaan we dan helemaal anders oplossen. Het moet echt veel makkelijker. En dan komen we in een hele andere situatie terecht. Dus uw eerste opmerking kan ik helemaal mee eens zijn. De tweede opmerking, ik ken ze echt niet allemaal, maar ik weet ook zeker dat er mensen bij hebben gezeten die het ook heel erg naar hebben gevonden dat het zo is gegaan. Dus ik wil ze toch ook als Kamerlid een klein beetje opkomen voor de uitvoerende. Het gaat mij niet alleen om de mensen Nee, dat snap ik. Het is heel breed. Het is ook bij de bijstandsuitkering mensen die dat ik ook. Maar dat is dan even over de. Het is. Dat klopt. Ja. En we hebben als Kamer steeds minder geld gegeven aan gemeenten om mensen te begeleiden. Dus het zijn twee loketten. Bij het ene loket krijg je je uitkering. Bij het andere loket word je aan de baan geholpen. Of tenminste, dat is dan de bedoeling. En bij dat tweede loket hebben we veel minder geld gegeven. Dus daar wordt veel minder tijd en energie in gestoken. En dat vind ik jammer. Dat zou echt weer anders moeten. Als we echt willen dat iedereen mee kan doen, moeten we daar ook wat meer in gaan investeren. Dus ik begrijp uw opmerking heel goed. Ja, andere kamer. Nou, ik zou het eigenlijk anders willen zeggen. En vooral dat tweede deel. Omdat we zitten juist nu in een proces waarin het erop lijkt dat we in de toeslagenaffaire, wat vreselijk is, een kans hebben om het anders te doen. Om heling centraal te stellen, om vertrouwen centraal te stellen. Dus ja, dat betekent ook dat er een vorm van verzoening moet komen. En ja, dat betekent ook dat in verzoening ook altijd een aantal koppen moeten rollen. En ja, dat betekent ook dat er heel veel kwaadheid en boosheid is.
Maar het betekent ook dat in het huis van heling, wat we aan het bouwen zijn, ook een kamertje moet zijn voor de ambtenaren. Die soms jarenlang iets gedaan hebben waarvan ze echt wel wisten, ja, eigenlijk deugt het niet. Die zijn ook getraumatiseerd. En dus naast, laat ik het zo zeggen, dus dat experiment van jullie moeten ook maar eens voelen. Ik zou dat anders invullen. Ik zou meer zijn voor een systeem van buddies, waarin je elkaar in een ontmoeting tegenkomt om te helen. En daar moeten we ruimte voor creëren. En dan, en dat is echt heel goed nieuws, heeft de Kamer de uitspraak gedaan, whatever it takes. Dus niet het moet binnen 3 jaar af met een target van zoveel geld, whatever it takes. En voor de een zal dat betekenen dat hij misschien al 15 jaar bezig is met heling. Voor de ander zal het betekenen, doe mij maar €1500 en ik ben klaar. Whatever it takes. 46.000 slachtoffers met 46.000 ecosystemen en sociale contacten van mensen daaromheen. Dat is de uitdaging waarvoor we staan. Dat gaat misschien wel 30 jaar duren. Dat gaat misschien wel €20 miljard kosten. En daar kan iedereen aan meedoen. En dat is de aanpak. Punten. Maar misschien doe ik je tekort. Misschien doe ik je tekort. Senna, en daarna de laatste vraag. Ja, helemaal eens met de woorden van de collega's. En op zich ook wel een mooi voorbeeld in Tilburg, de wethouder. Esme Lale, denk ik uit mijn hoofd. Die heeft een maand in de bijstand geleefd. Omdat ze zei, ik ben wethouder, ik ben hier verantwoordelijk voor. Ik krijg allemaal papier op mijn bureau. Ik ga het gewoon een maand doen. Hoe ziet dat eruit? Zij is wethouder, ze wist alle regelingen. Wat gebeurt er als je dat een maand gaat overleven? Je krijgt paniek van die brief. En heeft zij een dak boven haar hoofd en is het eigenlijk best wel overzichtelijk. Dus de oproep erachter in dat proces van heling moeten we ook erkennen. Hardwerkende mensen, we zijn in die transitie. Maar we weten ook dat de plekken waar we beslissingen maken, heel veel mensen weten niet hoe het is om de schulden te zitten. Heel veel mensen aan die tafel. Moeten we ons ook over blijven verbazen. Die zeggen, God, wat is dit heftig. En iedereen die iemand, een buurvrouw, een oom, een neef, een achternicht, een broertje, die weet, hallo, dit speelt al heel lang in Nederland. En ook dat is wat mij betreft dat proces van heling, waarin je dus ook eerlijk bent over de blinde vlekken die je zelf had, omdat je samen vooruit wil komen. Ik heb vanmiddag, wat me een beetje tegenvalt, is de daadkracht die met name wel door D66 wordt neergelegd wat betreft het basisinkomen. Maar de ontzettend vele woorden die ik dan van GroenLinks heb gehoord, waar over termijnen van 8 jaar wordt gesproken. Enerzijds kunnen ze blijkbaar wel een daadkracht aan de dag leggen voor wat betreft die afschaffing van de kindertoeslag. Maar wat betreft het basisinkomen is het allemaal bijna 0,0. En ik begrijp werkelijk niet waarom dat nou zo moet. Wat is uw naam? Erik. Hey Erik. Ik was net heel blij met de vraag van Sylvia. Omdat ook bij kinderopvang zei ik, dat hebben we niet morgen geregeld. Want dat vroeg Sylvia ook, van hoe ga je dat dan echt doen? En ik heb complimenten gegeven aan de collega's van D66. Want ik denk dat dat voetinkomen, verzilverbare heffingskorting, is er een waar wij ook achter staan. Dus die daadkracht, ik moet nog een beetje oefenen met minder woorden gebruiken, die kun je van ons ook verwachten. De daadkracht waar wij heel bewust voor gekozen hebben, ook omdat we denken dat het makkelijker uitvoerbaar is, want dat hebben wij met z'n drietjes ook allemaal gezegd. Ik ben Kamerlid geworden in een tijd met uitvoeringsdrama van de kinderopvangtoeslagaffaire, is dat de bijstand, die is ook in deze periode, wordt nog steeds ook op bezuinigd. We hebben ook nog steeds een kostendelersnorm. Dus waar wij voor gekozen hebben in de periode van de aankomende 3 jaar maatregelen die je volgend jaar zou kunnen uitvoeren, gemeentes meteen zouden kunnen opvangen. Want ik denk dat ook D60, dat die verzilverbare heffingskorting, als wij de uitvoeringstoets doen bij de Belastingdienst, is hier niet volgend jaar, is hier niet over 2 jaar en is hier ook niet over 3 jaar. En dat is de reden dat wij die keuzes zo maken. Ik hoop dat dit duidelijk is. Nee, dus wij hebben hem niet aan ons doorrekenen. Waarom niet? Omdat wij denken in te schatten dat die niet de aankomende 4 jaar uitvoerbaar is. Daarom stond hij niet in ons programma en bewegen we er naartoe naar 8 jaar. Ja, dat bedoel ik.
Ja, dat, ja, maar volgens mij zijn we het oneens en was ik niet onduidelijk. De leden hebben ook niet gesproken. Nee, je bent niet onduidelijk, maar je moet de prioriteiten anders stellen. Dat is wat ik tegen jou en jullie partij zeg. Jullie moeten nu datgene wat D66 naar voren halen, moeten jullie ook stellen. En samen met de kinderopvang, toeslag en wat je net zei, maar ook die verzilverbare heffingskorting, anders schiet het niet op. En, maar volgens mij is dit is heel goed. En ik zie Marije knikken, want die heeft het zo. En waar wij voor kiezen, is het WML hoger omlaag omhoog doen met 20%. En de bijstand daar volledig bij koppelen. En ook de verruiming in de bijstand die ik net noemde. En daarin maakt deze 60 weer een andere keuze. Dus dat is de afweging die goed, we maken. Ik denk dat dit in de pauze even uitgediscussieerd moet worden. Begrijp ik haar wel of niet? Nee, dat moet in de pauze even uitpraten, denk ik. Er zit een misverstand achter. De allerlaatste vraag is voor de Piratenpartij. Ik weet je naam even niet. Mark. En dan is het pauze. Goedemiddag. Dank jullie dat jullie er zijn. Wij zijn al 10 jaar bezig met het basisinkomen. En dit basisinkomen bestaat al heel erg lang, dit idee. Het oorspronkelijk ook een liberaal idee. Reagan, Nixon hebben het geprobeerd. Zelfs Hillary Clinton heeft erover gesproken. En wist u dat zelfs Mark Rutte in 1989 gezegd heeft... een basisinkomen dat zou een oplossing zijn voor heel problemen. Als u vraagt aan mij... Dus als u vraagt aan mij, tegen mij... Ja, ik heb de documenten als u wil zien. Ik hoor nu een paar geluiden van... Ja, maar die andere partijen zijn er nog niet helemaal klaar voor... Ik denk dat ze er nooit klaar voor zullen gaan zijn. En ik denk dat we echt op een hele andere manier moeten gaan werken dan op dit moment doen. Want een heleboel mensen op dit moment voelen op dit moment exact hetzelfde wat ik nu voel. En dat is het volgende. Even over Mark Rutte. De Bilderberg-conferentie was vroeger in mijn dorp Oosterbeek, maar... Het was een paar jaar geleden in Dresden. En een van de mensen met wie ik basisinkomen, European Network opgericht, Kai Stenny, mocht daar een verhaal vertellen. 3 kwartier. En Mark Rutte moest 3 kwartier luisteren. Angelica Merkel moest 3 kwartier luisteren. En de mevrouw die nu de hoofd van de ECB is, moest ook 3 kwartier luisteren. Na afloop bleven die 2 dames zitten, maar Mark Rutte kwam naar Kai Stenny toe. En die zei, jij hebt dat experiment gedaan in India en dat boek over geschreven, dat boek koop ik van jou. Want toen dacht hij nog, 2017, ik ga met D66 en GroenLinks regeren, even ophalen hoe het weer zat. Mark Rutte is nooit voor basisinkomen geweest, de JOVD wel. Maar toen hij hoofd van de JOVD werd, de jonge organisatie van de VVD, is het eerste wat hij deed, is die basisinkomen afschaffen en toen vervangen door... Wat toen nog heette het mini-stelsel. Daar is de VVD van teruggekomen, maar het mini-stelsel is gewoon uitkeringen omlaag. Ja. Maar hij weet dus donders goed waar het over gaat. Suzanne, je mag nog even wat doen, een persoonlijke mededeling. Ik wil even reageren. En ik denk dat wij het allemaal hebben. Ik denk dat wij het allemaal hebben. Maar ik weet ook dit. Op het einde van systeemverandering, van dat tijdperken aan het verschuiven zijn, dat tijdperken ten einde lopen en systemen eigenlijk aan het einde zijn van hun, nou laten we dat maar even voor het gemak, natuurlijke levensduur noemen. En dat is op dit moment aan de hand. Of je nou het hebt over Shell, fossiel, de banken, inkomen, dan komen de kansen. En wij zijn hier, en er zijn ook andere partijen in de Tweede Kamer, om die kansen te verzilveren. Dus inderdaad, maar het is goed dat we er nu zijn. Applaus voor alle de Kamerleden, dank jullie. Ja, heel mooi. Suzanne, nog wat mededelingen en dan is het pauze. Doet hij het niet? Ja. Oh. Ik ben voorzitter van Team Amsterdam van de vereniging Basisinkomen. En inderdaad, uiteindelijk zal het echt in de politiek een vorm moeten krijgen. Zal het echt ingevoerd moeten worden, politiek. Dus hopelijk krijgen we 1 partij in de politiek die echt voor het basisinkomen gaat staan. Maar ondertussen moeten wij...
zoals we hier zitten, en hopelijk met nog veel meer, in actie komen. We moeten echt iets gaan doen. We moeten het op de agenda krijgen. Er moet iets gebeuren. We moeten inderdaad een miljonair vinden die en daar een filmpje van maken van al die mensen die dat basisinkomen krijgen. We moeten mensen gaan mobiliseren. En een van die dingen die wij als Team Amsterdam willen gaan doen, is 9 werkgroepen gaan instellen. We gaan een grote vergadering doen eind oktober. En we willen 9 werkgroepen. We willen negen werkgroepen gaan starten. Waarmee we dus echt, zeker in Amsterdam, want eigenlijk is Amsterdam zou de start moeten zijn van het basisinkomen. Maar het is wow. Dus niet waa, maar wow. Dus we moeten naar waa en niet wow. Ja? Het is een beetje te wow. Ja? Dus we moeten meer in actie komen. Dus eind oktober komt er een grote bijeenkomst voor mensen die actief willen zijn voor het basisinkomen in Amsterdam. En niet alleen voor de vereniging basisinkomen, maar alle mensen die in Amsterdam bezig zijn op de een of andere manier met het basisinkomen te realiseren. En als je eraan mee wilt doen, kom naar mij. Jullie krijgen van mij dit blaadje, daar staat de strategie op die we hebben uitgezet. En hier staat dus mijn e-mailadres onder. Dan zet ik je op de mailinglijst en krijg je een uitnodiging voor die bijeenkomst. Yes. Jullie weten waar de wc is. Als je daar net doorloopt, daar beneden is ook de koffiekamer. En daar gaan we nou even naartoe.
Thank you.
Hallo allemaal. Heel leuk dat we net dat politiek panel hebben mogen luisteren. Hopelijk heb je ook een fijne pauze gehad. Ik en Gerard Sanders gaan kort even uitleggen waarover onze boeken gaan. En als ik het goed begrijp gaat Gerard vervolgens naar de kantine toe. Waarna iedereen kan kiezen naar wie ze, welke auteurs ze willen luisteren. Het is geen competitie, zo klinkt het nu een beetje. Maar ik ben heel leuk dat we nu die boeken kunnen gaan vertellen. Dus ik zou eigenlijk Gerard gewoon het woord willen laten geven om over zijn boek te vertellen. Ja. Mijn naam is Gerard Sangers. Dit doe ik niet veel hoor, dus als het horten en stoten wordt, dan merken jullie dat vanzelf wel. Ik woon op Goeree, Overflakkee, prachtig eiland. Ik ben bijstandsgerechtigde. Ik val onder de participatiewet. Een wet die ze voor mij, jammer dat de politiek al weg is. De participatiewet, ik weet niet of iemand er wel eens van gehoord heeft. Eén groot, tenminste zoals ik het ervaren heb in de jaren, één groot drama. Vanuit mijn ervaringsdeskundigheid heb ik, hoe is het mogelijk, voor iemand die geen schrijver is en weinig leest, 2 boeken geschreven. En eigenlijk is, zo heet mijn website ook, ik durf te zeggen, het is wat mensen in de bijstand, en dat zijn er ruim 400.000, meemaken is kort omschreven te gek voor woorden. En ik hou het heel simpel, want dit is gewoon, dit is mijn eerste boek met de titel Met dank door mijn overheid bij de voedselbank. En daar is geen woord verkeerd aan, want dat is mij gewoon gebeurd, omdat ik zo dom was om naast mijn uitkering te gaan werken. En dan blijkt dat de praktijk is dat zodra, en dat geldt niet alleen voor de bijstand, hè, dat geldt voor via, waar jong, noem al die uitkeringen maar op. Zodra je gaat werken naast je uitkering, dan zou je nog wel eens in de problemen kunnen komen. Sowieso met de Belastingdienst, en dat is mij ook overkomen. Met andere woorden, ik ging werken, ik had 3 nulurencontracten contracten en per saldo ging ik er netto op achteruit. Met als gevolg dat je bij de voedselbank terechtkomt. Voor wie die denkt, dit zal mij nooit overkomen, die moet rijk zijn. Ziekte, werkeloosheid, scheiding, faillissement of gewoon pech, dan is de bijstand de enige nooduitgang. De bijstand een onwerkelijke, onbekende wereld. Gerard Sangers vertelt in dit verhalenboek zijn ervaring te gek voor woorden over de leefwereld van een bijstandsgerechtigde. Menig boek en rapport is geschreven vanuit de systeemwereld, niet vanuit de leefwereld. Een les voor professionals, beleidsmakers, uitvoerende politici. Tijdens de dodenherdenking in 4 mei 2020, en ik denk dat iedereen zich dat nog kan herinneren, dat de koning en een paar mensen op een heel stille dam stonden, deed de koning de volgende uitspraak. Niet normaal gaan vinden wat niet normaal is. Mijn ervaringen als bijstandsgerechtige in de uitvoering van de participatiewet, werk en inkomen, kan ik niet omschrijven als normaal. Er zijn vele verhalen bekend van verplicht papier prikken in een schone straat, onzinnige reïntegratietrajecten, verplichte sollicitatiecursussen, werken zonder loon, tandenborstelcontrole, terugvorderingen van tienduizenden euro's, intimidatie en dreiging. In dit boek, mijn verhalen, ik was erbij. Ik speelde de hoofdrol. Het opschrijven was bedoeld om het van me af te schrijven. En niet om het te publiceren. Toch de angst om klokkenluider te zijn. Maar de angst is omgezet in een levensdoel.
om het anders denken in de gang te zetten. Dat is de titel, of de 8 zijden. Ik mocht er iets langer over doen, want we zijn maar met z'n tweeën. Mijn tweede boek, die heet Man met hond. Leuk gevonden, want we hadden vroeger man bijt hond. En het is nu Man met hond. De mening van een uitkeringstrekker. Een onbekende, onwerkelijke wereld voor 70% van de maatschappij. Vele keren per week doet hij een rondje met zijn hondje. Wie is die man? Een 60-plusser met grijs haar, niks bijzonders. Een gepensioneerde, een vader, een opa, een echtgenoot, gewoon een man. Als deze man mee zou doen aan het programma Wie van de Drie, dan zou de volgende vraag gesteld kunnen worden. Wie is de echte uitkeringsgerechtigde? Niemand van het panel haalt hem eruit. Aan de ruim 400.000 bijstandsgerechtigden kan je niet zien wie het zijn. Het overgrote gedeelte valt niet op. Niemand herkent een uitkeringstrekker. Het beeld is weg, maar de vooroordelen bestaan nog steeds. Wat is uw mening over iemand in de bijstand? In de bijstand terechtkomen kan bijna iedereen overkomen. Werkloosheid, 60-plus, faillissement, ziekte, scheiding of gewoon pech. Je kan het niet meer zien. Even kijken waar ik zat. Je kan het niet meer zien. De bijstandsgerechtigde zwijgt uit schaamte en angst. Hebben zij misschien ook een mening over maatschappelijke problemen? Hebben zij een visie? Hebben zij ideeën? Wat is het verschil tussen de leefwereld en de systeemwereld? Ik had van de week, dus dit is boek 2. Jammer dat de politiek weg is, want alle antwoorden staan hier gewoon in. Ik had van de week iets heel raars. Dat wilde ik u. Wie van u heeft de documentaire. Mag ik even wat zeggen? Even kort onderbreken. Ja. Ik denk dat we nu ongeveer weten wat het boek ongeveer inhoudt. En dan kunnen we zo dadelijk met de mensen die heel graag naar jouw verhaal luisteren, die vanuit de praktijk veel meer ingestoken is ten opzichte van het meer theoretische boek wat ik heb, kun je in gesprek over waar je boek over gaat, de voorbeelden die je hebt en hopelijk de vragen die mensen hebben naar jouw verhaal. Is dat goed? Want anders dan. Ja, jij bent de leider. Uit. Nee, goed. Ik heb niet per se de leiding. Wij gaan nu samen gewoon onze boeken presenteren. En het is ook aan mensen zelf om van daaruit te kijken, hey, ik wil dat boek, wat wil ik wat meer over weten. Ik wil naar jouw verhaal luisteren, die veel meer praktisch is en veel beter laat zien wat de problemen zijn binnen ons huidige toeslagen- en uitkeringsstelsel. Ja, en mijn verhalen zijn vanuit ervaringsdeskundigheid. Ja. Punt. Ja. Dan kort even mijn boek. Dankjewel voor de uitleg over jouw boek, Gerard. Ik heb een boek mogen schrijven bij uitgeverij Prometheus. Afgelopen maart is dat uitgegeven net voor de verkiezingen. En het heet Samen Rijk. En ik zal de ondertitel even voorlezen. Namelijk hoe het basisinkomen Nederland een toekomst geeft. En de achterflap zal ik ook even voorlezen zoals Gerard heel verstandig deed. 2/3 van het totale vermogen in Nederland is in handen van 10% van de Nederlanders. Steeds meer mensen moeten harder werken dan ooit, maar hebben geen vast contract, kunnen de hypotheek wel vergeten en durven over een pensioen niet eens na te denken. Is het dan raar dat de middenklasse slinkt, dat er steeds meer onderling wantrouwen is en dat mensen populistisch gaan stemmen? Vraagteken. Koen Bruning heeft dé oplossing voor deze problemen, het basisinkomen. Geef iedere Nederlander 1000 euro per maand en het is bovendien een typisch Nederlandse oplossing, terug te vinden in de wortels van onze geschiedenis. Van Thorbecke en ons poldermodel tot de opbouw van onze ondernemende burgersamenleving. Bruning laat in Samen Rijk enthousiast en onderbouwend zien hoe het basisinkomen de democratie versterkt, polarisatie tegengaat en burgers van links tot rechts onder één universeel idee verenigt. En ik zal zo dadelijk dan 10 minuten een lezing geven over de relatie tussen burger en overheid en de samenvatting van het boek. En van daaruit hoop ik eigenlijk zo leuk mogelijk, hoop ik ook dat het bij
ja, dat jullie gewoon vragen kunnen stellen in plaats van dat wij en Gerard tegen jullie aan gaan lopen praten over onze boeken. En dat we gewoon heel leuke gesprekken kunnen gaan hebben over ja, het idee van het basisinkomen en de noodzaak om anders te gaan nadenken over relatie burger-overheid en over wat de overheid moet zijn. Dus ik zou jullie nu de ruimte willen geven om naar of de kantine te gaan of hier te blijven om naar mij te luisteren. En ja, hopelijk gaan we dan één ieder hier heel leuk gesprek hebben. Dat had ik helemaal niet verwacht zo.
Ik zal proberen zo dadelijk ook een beetje rond te gaan lopen, want als je de hele tijd stilstaat, dan is dat ook helemaal niet leuk. En is het ook alsof ik vanuit een verhoogde positie naar jullie toe sta te praten. Ik zal zo kort mogelijk proberen uit te leggen waar het boek precies over gaat, wat de thema's zijn die ik aanraak. En van daaruit hoop ik het gesprek met jullie aan kan gaan over ideeën die jullie hebben, vragen die jullie hebben over hetgeen ik zeg. Mijn boek heet dus Samen Rijk. Hoe het basisinkomen Nederland een toekomst geeft. En het is een beetje vaag, want hoe geven we eigenlijk een land een toekomst? Elke politieke partij zal van mening zijn dat hun ideeën een land een toekomst kan geven. En ik moet dus zo goed en zo kwaad mogelijk in mijn boek gaan laten zien wat eigenlijk de randvoorwaarden zijn voor een samenleving om gezond te zijn. De randvoorwaarden voor een samenleving om goed met elkaar samen te leven, een politiek bestel te hebben wat werkt en een economisch systeem wat ervoor zorgt dat niet alleen kapitaal beloond wordt, maar ook arbeid. En wat ik in mijn boek eigenlijk laat zien en probeer te zeggen, is dat we onze samenleving als het ware als een democratisch huis kunnen voorstellen. En dat huis heeft in de eerste plaats vier pilaren. Mag ik even iets vragen? Kun je kort even jezelf voorstellen? Ik ken jou niet. Oh, dat is helemaal waar en dat is heel erg heel stom. Mijn naam is Koen Bruning. Ik ben 21 jaar. Ik studeer PPI aan de VU. En ik heb dus afgelopen maart dit boek mogen uitgeven bij uitgeverij Prometheus. En ik ben dus eigenlijk gewoon student en probeer nog nu ook gewoon verder te gaan schrijven. Dus dat, ja, dat ben ik. Het is een combinatie van politiek, filosofie en economie. Dus als ik verder ga met waar ik was gebleven, was dat ik eigenlijk probeer te zeggen, nou, wat zijn de randvoorwaarden voor een gezonde samenleving? En daarmee probeer ik eigenlijk de samenleving als een huis te zien, die in eerste instantie vier pilaren heeft. Een economische pilaar, een sociale pilaar, een politieke pilaar en een rechtsstatelijke pilaar. En wij als burgers hebben hopelijk de vrijheid om aan die pilaren te werken. En zorgen daardoor voor dat de fundamenten van onze samenleving, oftewel dat huis waarin we samen wonen, sterk blijft. Alleen wat we eigenlijk steeds meer gaan zien, en wat ook te sprake is gekomen in het politiek panel, is dat het huidige huis wankel is. Systemen lopen eigenlijk aan het einde van hun latijn, omdat die ongelijkheid zo gegroeid is. En wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, het dak van het huis is belangrijk indien we burgers genoeg vrijheid en bescherming willen geven om aan die samenleving iets toe te voegen. Of dat nu via betaald of onbetaald werk is. Want alles wat het huis sterker maakt is waardevol voor onze samenleving. En wat we eigenlijk steeds meer zijn gaan zien is dat dat dak van het huis, wat uit de markt bestaat, de overheid en de samenleving, dat de markt heel dominant is geworden, verstrengeld is geraakt met de overheid en de samenleving eigenlijk weg is gaan kwijnen. De burger weg is gaan kwijnen. En als gevolg daarmee zie je dus eigenlijk een stijgende vermogensongelijkheid in Nederland. Zoals ik al benoemde, 2/3 van al het vermogen in het land is in handen van enkel 10% van de Nederlanders. En wat zien we nou eigenlijk in landen met meer ongelijkheid? We zien niet alleen dat het vertrouwen tussen mensen daalt. We zien niet alleen dat de mentale gezondheid van mensen verslechtert. We zien niet alleen dat de fysieke gezondheid en levensverwachting tussen arm en rijk en theoretisch en praktisch opgeleide uiteengroeit. Waarbij we nu zien dat rijke Nederlanders 9 jaar langer leven en 6 jaar langer in goede gezondheid leven. Met alle kosten die dat heeft voor de samenleving van dien. En wat zien we nog meer in landen met meer ongelijkheid? We zien ook dat de economische systemen daarbinnen niet werken. We zien daarbinnen dat kapitaal meer beloond wordt als arbeid. We zien daarbinnen dat werken eigenlijk niet loont voor de gemiddelde Nederlander en zij steeds meer in de knel komen. En we zien tenslotte dat die politieke pilaar, oftewel het politieke systeem, omdat die ongelijkheid ervoor zorgt dat bepaalde elites of bepaalde belangengroepen meer invloed kunnen uitoefenen op politiek beleid, vervolgens beleid kunnen gaan creëren die steeds meer tegen de burger gaat werken, steeds minder van de burger is, en vervolgens ook vervreemding veroorzaakt bij veel burgers die het gevoel hebben dat er niet meer naar hun geluisterd wordt. Dat er in heel veel gebieden van dit land economische productiviteit achter is gaan lopen, terwijl de steden het supergoed doen, gemiddeld gezien. En dat creëert ook politieke frictie. En wat ik eigenlijk probeer te laten zien is, wat zou het betekenen voor ons land als we mensen een onvoorwaardelijk dividend zouden weten te geven? Daar kom ik aan het einde van het praatje bij aan. Maar wat dus heel belangrijk is aan die dominante markt en het dominante marktdenken, is dat daardoor alles wat waardevol zou zijn in cijfers gemeten wordt.
Alles wat meetbaar is, is daarmee ook waardevol. Of dat nu binnen overheidsorganisaties is, of binnen bedrijven. Binnen overheidsorganisaties waarbij we zien dat de zorgmedewerker, de leraar, de professional, de uitvoerder die aan de grond met burgers aan de slag gaat, die zorg draagt voor een patiënt, dat die steeds meer gewantrouwd worden en formulieren moeten invullen, gecontroleerd worden en eigenlijk niet meer bezig kunnen zijn met het werk waarmee ze met het werk waar ze liefde voor hebben, waar ze zorg voor dragen. En eigenlijk ook weer vanuit de overheid geen vertrouwen krijgen dat zij als professional dingen kunnen doen en beter kunnen doen dan de theoreticus of manager aan de top. Net zoals je dus ook binnen bedrijven ziet dat korte termijn winst in dienst van de aandeelhouders veel belangrijker is geworden en dat de werknemers vervolgens in dienst van die begroting en in dienst van die kwartaalwinst ook weer allerlei mandaten opgelegd krijgen. En als er dan vervolgens een crisis voorbij komt, dan wordt de aandeelhouder beschermd, worden de ontslagen, reorganisaties en fusies doorgevoerd. Nogmaals, omdat het in de cijfers klopt, maar aan het eind van de dag eigenlijk niet wordt gezien wat het betekent voor een samenleving of wat het betekent voor een organisatie wanneer je een bezuiniging doorvoert, wanneer je de sociale werkplaatsen weghaalt, wanneer je een ontslag doorvoert. Want wat gebeurt er met een organisatie als je ontslagen doorvoert? Je creëert meer competitie tussen werknemers. Wat gebeurt er als je binnen een samenleving de ongelijkheid doet verhogen omdat je overheidsdiensten privatiseert, omdat je overheidsdiensten steeds meer inricht naar het evenbeeld van de markt, waarbij enkel winst en efficiëntie belangrijk is, zoals Senna Matoeg eerder had gezegd, maar samenwerking en autonomie vanuit de professional niet meer mogelijk is. Wat is nu eigenlijk de rode draad, zeker in de context van het idee van het basisinkomen? Wat ik allemaal heb verteld tot nu toe, en als ik het vanaf papier had gedaan, had ik het veel preciezer kunnen doen, maar had ik niet het gevoel gehad dat ik hier überhaupt zelf enige gedachten over had. Daarom ook liever dat ik het zo doe. Maar wat is nou eigenlijk de rode draad door alles heen wat ik tot nu toe heb gezegd? Het gaat om macht. Macht geeft jou de mogelijkheid om sociale invloed te hebben. Om mensen te dwingen in dienst van een winst of in dienst van de aandeelhouder of in dienst van de gemeente die hun begroting rond moet krijgen. Om jouw dingen te laten doen als het ware. Om het even zo te zeggen. En wat we eigenlijk steeds meer gaan zien is dat de burger minder macht heeft en dat de overheid steeds meer macht heeft. En dat is helaas in de vorm van het toeslagschandaal natuurlijk het meest scherp naar de voorgrond gekomen. En in de context van het basisinkomen zouden we eigenlijk moeten hopen dat indien we mensen dus onvoorwaardelijk een bedrag gaan geven, een bedrag wat onvoorwaardelijk is en daarmee dus ook geen macht kan uitoefenen, aangezien macht altijd voorwaarden stelt, kunnen we hopelijk gaan zien dat niet alleen burgers meer vrijheid gaan hebben om buiten die overheid om samen zichzelf te organiseren, vrijwilligerswerk te gaan doen, onbetaald werk te gaan doen. Eigenlijk al die onzichtbare dingen die een samenleving sterk houdt, kunnen versterken. Net zoals dat je hopelijk binnen overheidsorganisaties ook gaat zien dat omdat de zorgmedewerkers plots die 1000 euro hebben, hopelijk ook gaan denken, ja, maar wij hoeven niet te accepteren dat wij de hele tijd formulieren moeten invullen. Of dat de leraar denkt, ja, wij hoeven dat helemaal niet te accepteren, want wij hebben nu een bedrag waarmee we kunnen zeggen, sorry, maar als wij niet onze eisen ingewilligd worden, of als wij geen betere dienstroosters krijgen, nou, dan gaan we weg, of dan gaan we iets anders doen. Het gaat dus continu om een evenwicht van macht. Het evenwicht van macht in het dak van het huis. En daarmee ook die relatie tussen burger en overheid, waarbij nu de overheid veel machtiger is geworden dan die burger, cijfers machtiger is geworden ten opzichte van, ja, nogmaals, alles wat onzichtbaar is en wat onze samenleving en organisaties weerbaar maakt, als het ware. Ik heb waarschijnlijk heel veel dingen vergeten te zeggen. Maar ik hoop eigenlijk dat als ik nu zoveel mogelijk ruimte geef gewoon voor vraag en discussie, dat daar veel interessantere dingen uit voort gaan komen. En dat we hopelijk kunnen nagedenken over het idee van een basisinkomen. Niet alleen om de ongelijkheid te verminderen, waarmee we hopelijk ook ervoor gaan zorgen dat dat vertrouwen tussen mensen in Nederland weer gaat stijgen. Dat maatschappelijk middenveld sterker wordt. En hopelijk op de lange termijn ook ons economisch systeem en politiek systeem beter gaat werken. Omdat je mensen meer mogelijkheden geeft om daaraan bij te dragen. Om aan de pilaren van het huis te werken. Dus ik zou nu gewoon ruimte willen geven voor vragen en discussie. Want dan komen ook alle dingen voorbij die ik nog niet heb kunnen benoemen uit het boek. En komen ook hopelijk veel interessantere inzichten uit voort. Dank u.
decentralisatie van macht. Ik ben even benieuwd hoe jij in jouw gedachtenwereld waar je nu staat, hoe jij tegen een eventueel invoeren van een referendum of een correctief referendum staat. Kun je daar iets over? Als je het inderdaad hebt over macht, dan hebben we het ook over decentralisatie. Dus jouw vraag was, hoe kijk je naar macht, hoe kijk je naar decentralisatie? En hoe kijk je daarmee ook vervolgens naar opties als een referendum, opties om burgers meer input te geven in politiek beleid en eigenlijk de politiek ook soms een draai aan de oren te geven wanneer zij het gevoel hebben dat zij te veel afstand hebben tot die overheid en daarmee ook een kloof creëren als het ware. Als ik het heb over decentralisatie, één concept in het boek wat ik ook gebruik, is het concept van antifragiliteit. En dat idee houdt eigenlijk in dat elk systeem, of dat nu ons immuunsysteem is, of ons bottenstelsel, of ons economisch systeem, die moeten blootgesteld worden aan druk, aan veranderlijkheid. En het moment waarop burgers te weinig vrijheid hebben om zelf iets bij te dragen aan de samenleving, zelf iets bij te dragen aan de pilaren van het huis, dan worden die pilaren ook fragieler. Want het moment waarop wij de hele dag in ons bed blijven liggen, dan worden onze botten fragieler. Het moment waarop wij onze kinderen niet vanaf jongs af aan blootstellen aan allergenen, dan worden ze later juist meer allergisch voor bepaalde dingen, omdat ze er nooit aan blootgesteld zijn. Net zoals we eigenlijk zijn gaan zien, dat of dat nu in ons sociale leven is, waarbij mensen over sociale lagen heen elkaar minder zijn ontmoeten, of dat nu in ons economisch systeem is, waarbij al het macht en geld naar boven stroomt, naar de manager, naar de aandeelhouders, naar de vermogensbeheerders, en steeds minder mogelijk zijn voor het MKB, voor de burger om een onderneming te starten, en ga zo maar door. Die systemen worden dus fragieler. Net zoals je dus ook in de politiek ziet, dat we nu eigenlijk een situatie hebben waarin vanaf de jaren 80, vanaf de ontzuiling, er geen nieuwe relatie tussen burger en overheid is neergelegd. En we eigenlijk zien dat een bestuurlijke elite is ontstaan, zoals Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht, zegt, die steeds meer afstand heeft tot die burger, steeds gemiddeld hoogopgeleider is geworden en steeds minder in die leefwereld staat van de burger en daardoor allerlei theoretische regelingen invoert die niet aansluiten bij die leefwereld en vervolgens burgers in de knel laten komen. Dan tot slot inderdaad bij een idee als een referendum. Ik moet daar zelf meer gedachten aan wijden, vind ik zelf. Ik denk wel dat er fundamentele problemen zijn in ons politiek bestel. Problemen die ook samenkomen in het idee van het basisinkomen en de kracht daarvan om mensen meer mogelijkheden te geven om zelf bij te dragen aan de samenleving. Om niet bij de overheid te hoeven aankloppen als zij hulp willen of als zij iets willen ondernemen. Monika die daar zit, die had hier in Amsterdam een ruimte waar ze samen met andere burgers dingen ondernam. Maar de gemeente die komt nauwelijks langs en de gemeente die gaat vervolgens op welke manier mogelijk geld afknotten. Want ze zien niet en staan niet in de leefwereld van hoe mensen eigenlijk daar waarde toevoegen aan de stad Amsterdam. De stad die niet alleen leeft van de toeristen, van het toerisme en van Schiphol, maar ook leeft van de burger zelf. Dus als ik het heb over iets als een referendum, zou ik intuïtief er wel voor zijn. Alleen dan krijg je al snel de reflex, oh, maar dan gaan populisten in de media gaan vervolgens dat verdraaien en dan gaan mensen dom kiezen. Ik denk dat ik er nog liever voor ben om die macht te decentraliseren en eigenlijk al op gemeentelijk niveau mensen meer mogelijkheden te geven om input te hebben. In plaats van dat je op landelijk niveau, waarbij die mediasystemen ook ervoor kunnen gaan zorgen dat het ware verhaal die op lokaal niveau, het ware verhaal op lokaal niveau veel beter te zien, omdat we er echt in staan. Terwijl op landelijk niveau is dat ware verhaal vaak minder goed te zien. Dus referenda op gemeentelijk niveau zou ik voor zijn, maar sowieso moeten we, als we het hebben over een nieuwe relatie van burger en overheid, iets wat een basiskom naar mijn mening een fundamentele stap in is, omdat je die burger meer macht geeft ten opzichte van die overheid, gaan we hopelijk ervoor zorgen dat gemeentes ook meer mogelijkheden krijgen om, als het basiskom is ingevoerd, tegen die burger te zeggen, hey, we hebben nu een basiskom, jij hebt een basisinkomen, hoe wil jij toevoegen aan onze omgeving? En dan kan die ambtenaar, hoeft dan niet te wantrouwen, maar kan vertrouwen en vervolgens met die persoon aan de slag om te kijken hoe zij in de lokale omgeving iets kunnen toevoegen. Emiel? Pardon. Ja, Koen,
In feite deel ik jouw hele analyse. Sterker nog, ik vind dat je het ook heel goed, goed verwoord en echt een heel goed verhaal hebt. Dus dat steun ik van harte. Dankjewel. Maar graag gedaan. Maar wat mij wel frustreert, niet van jou, maar in het algemeen. Wij praten al zo lang over dit basisinkomen. We zijn er al zo lang mee bezig. En wat ik mis en wat ik jou ook zou willen vragen. Als je nog een boek gaat schrijven. Dan moet het een boek zijn over hoe komen we daar. Want dat is, vind ik, de volgende stap. Ik denk dat wij hier allemaal eigenlijk, als ik het zo rondkijk, het allemaal eigenlijk met jou eens zijn. Maar hoe komen we daar? Nou, persoonlijk, zoals je weet, maak ik mij binnen D66 sterk voordat het voor elkaar komt. Daarom ben ik ook blij dat we nou een Tweede Kamerlid hebben die dat ook wil verkondigen. En we zijn daar heel druk mee bezig. Maar ik zou jou ook willen oproepen, ik heb al eens gezegd, jij moet gewoon lid worden bij ons. En dan moet je gewoon daar je argumenten naar voren brengen. Want het moet er nou inderdaad een keer van gaan komen. Nou, we hebben nou, zoals je vanmorgen gehoord hebt, er is denk ik een politieke meerderheid. Ik heb ook met mensen van de VVD gesproken en ik spreek binnenkort ook weer met mensen van de VVD. Er zijn ook voorstanders ervan. Alleen, die hebben nog niet het overwicht binnen de VVD. Maar het gaat wel gebeuren. Maar het grote probleem is dat de manier om daar te komen, de argumenten die gebruikt worden, dat is de financierbaarheid, de invloed op de werkgelegenheid. Nou, daar moeten we ons in gaan verdiepen. We hebben overigens nu een plan wat we binnenkort via onze fractie weer aan het CPB willen gaan voorleggen. Waarin we die financiering weer willen laten doorrekenen. Dus, maar ik zou jou willen oproepen, want jij kan dat heel goed, denk ik. Schrijf nog een boek en dan ga jij precies schrijven hoe wij daar komen. En liefst binnen wil ik het nog meemaken. Ik ben al redelijk oud, maar jij moet het in ieder geval gaan meemaken. Dus laten we gewoon aan de slag gaan. Ik wil even reageren als dat kan. Super, dankjewel. Ik ben momenteel bezig aan een tweede boek over het idee van het huis. Daar zitten ook veel onderwerpen in waar ik dus nu over schrijf. En daardoor eigenlijk dat ik heel erg jammer vond net dat ik niet gewoon op papier misschien had iets opgeschreven van wat ik wilde zeggen. Dat ik het nog duidelijker kunnen uitleggen. Dus pardon als ik soms een beetje warrig overkwam. En hopelijk, en dat merk ik nu zelf ook, door de vragen kun je veel beter met mensen in gesprek over, over de dingen die je wil bespreken. En even als antwoord op jouw vraag, Emiel, hoe komen we daar precies? In ons huidige politiek bestel kun je op een bepaalde manier oplossingen of verandering bewerkstelligen. Je kunt dat institutioneel doen, je kunt dat van binnenuit doen en je kunt het ook van buitenaf doen. En het zal altijd een combinatie van beide vergen om dat te bewerkstelligen. Nu zal ik wel wat concreter worden. Ik denk dat het, als we het hebben over moedig leiderschap, over moreel leiderschap, dat we het moeten hebben van politici, of dat nu een nieuw persoon is, een opwindend persoon, aan de linkerkant of een persoon vanuit het midden die durft oplossingen voor te stellen. Dat het van politieke leiders zoals bijvoorbeeld een Andrew Yang in Amerika, die dus vanuit niets opkomt of durft nieuwe ideeën te omarmen en daarmee ook niet alleen van binnenuit, maar ook van buitenaf door jonge mensen te organiseren rondom dit idee. Duidelijk te maken hoe dit geweldig kan zijn in de context van de vervanging van de studiefinanciering. Hoe het ervoor kan zorgen dat jonge mensen ook meer mogelijkheden hebben om na te denken over wat voor studie wil ik doen. Misschien wil ik wel een bedrijfje starten na de middelbare school en even een tussenjaar. Ga zo maar door. Maar het komt erop neer dat het moment waarop dit idee invoer vindt, is het moment waarop mensen zoals ons hierover blijven praten, hierover blijven discussiëren, mensen proberen te overtuigen en vervolgens de groundwork leggen, de basis voor die politicus of politica, om vervolgens het idee daadwerkelijk politieke invoer te brengen en gewoon in een fucking debat tegen Rutte te zeggen waarom dit een goed idee is. Alleen het moment waarop we blijven zitten, tot slot, en dat ben ik zelf ook veel gedachten aan van, het moment waarop we het hebben over de financierbaarheid, hebben we het weer over de cijfers. En hebben we het niet meer over hoe beleid ook normatief is. Oftewel, de overheid, zoals Herman Tjenk-Willink zegt, is een normatief concept. Onze rechtsstaat is een normatief concept. Dat gaat om de waarden die we delen. Het moment waarop we het gaan hebben over de financierbaarheid en al die zaken, hebben we het niet meer over hoe iets als een basisinkomen of welk ander beleid dan ook een bijdrage kan leveren aan hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe het een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van polarisatie. Hoe belangrijk het is dat we in dit land normen met elkaar delen. En die normen komen niet terug in de rekenmodellen van het CPB. Dus het is een combinatie van beide. We moeten het hebben over de financierbaarheid. Maar we moeten het ook hebben over de waarden die we delen. En daarmee het politieke,
politieke taal veranderen. En hopelijk komt er dan inderdaad een politicus op, of politica, die dit idee gaat omarmen. Want morele politici zijn er natuurlijk wel. En vervolgens ja, dit idee populair gaat maken. Het zal daar echt van afhangen. Je ziet hoe krachtig Andrew Yangs verhaal in Amerika was in het ervoor zorgen dat er meerderheden voor het idee kwamen aan de democratische kant. En ook best wel veel steun aan de republikeinse zijde. Dus daar hoop ik heel erg op. En ik werk ook graag met jou samen, Emiel. Dus daar niet van. Jij had nog iets wat je wilde zeggen? Nou, ik wilde toevoegen. Jij hebt dat al. Volgens mij ben ik zo op aan te verstaan. Je hebt al een aantal dingen genoemd. Maar er wordt vooral gesproken over het hoe. En als er gevraagd wordt de weg ernaartoe. Dan denk ik dat daar één woord voor staat. En dat is dat je moet aantonen dat er een noodzaak is voor het invoeren van een basisinkomen. En bij het woord noodzaak, daar kun je heel veel zaken gaan opvoeren, wat er allemaal scheef gaat in onze samenleving. Maar mensen moeten de noodzaak inzien dat er iets moet gebeuren. En dan is basisinkomen het logische antwoord. Dus niet te veel blijven hangen op hoe en cijfertjes precies. Dus, maar je knikt ja, we zijn het helemaal eens, denk ik. Ja, ik denk dat inderdaad hier vandaag heel erg met elkaar eens aan het zijn zijn. En dat is ook wel soms lekker om het gewoon lekker met elkaar eens te zijn. Wat ik wil zeggen is dat inderdaad het moment waarop je politiek gaat bepleiten, dan moet je met elkaar gaan zitten. Welke one-liners gebruik je? Hoe zorg je ervoor dat het klaar en duidelijk is hoe dit idee mensen gaat helpen? Een boek, en ik praat soms een beetje heel langdradig. Als ik op de manier waarop ik in het boek praat met mensen in gesprek ga over dit idee, dan gaat het inderdaad niet heel erg werken. Het gaat erom dat je dus op een, ja, inderdaad dit idee, zoals jij ook heel goed deed in de debatten, heel duidelijk maakt van hoe het, waarom het een noodzaak is. Waarom het een noodzaak is, in plaats van dat we nu weer opnieuw gaan kijken naar hoe we al die overheidsdiensten meer menselijk kunnen maken, terwijl die overheidsdiensten vanaf de jaren 80 steeds meer wegbezuinigd zijn. We moeten nu één stap maken, en dat is mensen een vast bedrag geven, en van daaruit kunnen we die overheid weer menselijker maken. Van daaruit kunnen we Nederland hopelijk ook weer gaan opbouwen, want we staan er nog. Ik bedoel, we leven nog in Nederland. Maar gewoon ja, kunnen helen, zoals Lambert van Raan zei. Dus ja. Ik dacht, mevrouw. Had u nog een vraag, mevrouw? Ja? Wacht even. Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, zeg ik als leek, om in contact te blijven met de mensen zelf op de vloer. Dus niet alleen maar vanuit de wetenschap, maar ook heel basic inderdaad, te kijken en met die mensen in gesprek te blijven van verschillende lagen van de bevolking. Zodat je dan ook iets kunt neerzetten wat ook werkbaar is inderdaad. Dus, ja, zeker. En ik denk dat heel veel mensen dat hier ook hebben. En zeker ook het verhaal van Gerard. Dat merk ik zelf ook aan mezelf en ik volgens mij ook in de zaal. En dat is ook de reden waarom mensen die verhalen moeten blijven horen en eigenlijk juist op die manier voor het idee moeten pleiten. Als ik Gerard's verhaal hoor, dan pas begrijp je hoe absurd het systeem is. Als je de verhalen hoort van de ouders van het toeslagenschandaal, dan begrijp je hoe absurd het systeem is. En ik kan wel als theoreticus en als jongen van 21 die een boek schrijft en daar lekker popiopie over lijkt te doen, kan ik wel zeggen, het is een goed idee, we moeten het gaan doen. En die mensen heb je ook nodig, jonge mensen. Maar je hebt ook mensen nodig die gewoon zeggen, ik ben bij de overheid aangeklopt en ik ben zo behandeld, dat kan niet. En dat is inderdaad heel belangrijk. Net zoals we dus ook, als we het gaan hebben over die relatie tussen burger en overheid, moet die overheid aan die professional, aan die leraar, aan die zorgmedewerker vertrouwen geven, ruimte geven. In plaats van dat zij 40% van hun tijd besteden aan wat voor formulieren dan ook. Want dat is allemaal tijd dat afgesnoept wordt van de patiënt. En net zoals het op gemeentelijk niveau afgesnoept wordt van de tijd die de burger, in plaats van dat ze naar de overheid moeten, hadden kunnen besteden aan een coöperatie of een burgerinitiatief of het mantelzorg verlenen. In plaats van dat ze vernederend naar de overheid moeten om welke soort hulp te krijgen dan ook. Terwijl mensen zichzelf niet zo zien. Ze zien zichzelf niet per se. Nee, ze zien zichzelf gewoon niet zo. Als mensen die hulp zouden moeten nodig moeten hebben. Dus inderdaad, heel fijn dat je dat zegt. Een vrouwtje voor, klopt dat? Nou, ik heb inmiddels die microfoon veroverd. Oh, sorry. Oké. Nou, ik denk dat om het idee van het basisinkomen een zet te geven, dat het ook belangrijk is om terug te kijken. We vinden het nu heel normaal dat oude mensen een AOW'tje krijgen. We vinden het heel normaal dat kinderen van 10 jaar naar school gaan in plaats van in een vieze fabriek moeten werken. We vinden het heel normaal dat er geen slaven meer zijn. Maar in die tijd zelf
toen die transities moesten... Toen waren er natuurlijk hele discussies, want het kon inderdaad niet betaald worden. Of er waren altijd argumenten dat mensen dan failliet zouden gaan of wat dan ook. Ik denk dat het belangrijk is om de moraliteit, zeg maar, van de basisinkomen een zet te geven. Die historische voorbeelden op te poetsen en te kijken hoe destijds die discussie verlopen is. Zeker. En je hebt het in zekere zin dus ook over politieke taal. Je hebt het eigenlijk over het publieke debat wat we samen hebben. Wat gefaciliteerd wordt door politieke partijen. Politici die bepaalde taal gebruiken en vanuit bepaalde invalshoeken over beleid spreken. En dat kan heel theoretisch zijn en op de cijfers gericht. Dat kan ook heel moreel zijn. Net zoals dat de media, omdat ze zo'n sterke ophef hebben, dat vertel ik in hoofdstuk 5, op ophef, op aandacht, op het trekken van kliks op hun advertenties, eigenlijk ook die taal corrumperen. Want het gaat daardoor minder over moraliteit. Het gaat daar alleen over, oh, heeft die persoon... Er is weer een nieuwe ophef en er wordt niet meer nagedacht over waar komen die verschijnselen zoals populisme vandaan? Waar komt die ongelijkheid vandaan? Gaan ze maar door. Dus inderdaad, als we het hebben over het basisinkomen, zal het inderdaad ook beginnen bij taal die vanuit een bepaalde innerlijkheid komt. Zoals filosoof Wilmot Vlieger zegt. Innerlijkheid die in politici zit, die in burgers zit. En innerlijkheid die niet op basis van de cijfers redeneert, maar innerlijkheid die op basis van waarden gebaseerd is. En daardoor mensen meekrijgt in hun verhaal. En tot slot, heel interessant wat Thomas Piketty zegt in zijn recente boek, Kapitaal en Ideologie, is dat het niet alleen een strijd is tussen arbeid en kapitaal, het is ook een ideeënstrijd. Welke ideeën zijn geaccepteerd binnen het publieke debat? Die ideeën worden besproken. Die invalshoeken die geaccepteerd zijn, worden besproken. Maar het moment waarop we dat kunnen omkeren en het basisinkomen populair kunnen maken, geaccepteerd kunnen maken, kan je daardoor hopelijk ook andere invalshoeken gaan veranderen, waardoor er wel gesproken wordt over onbetaald werk. Ik bedoel, we hebben in het laatste debat niets gehoord over onbetaald werk. Niets gehoord over digitalisering, niets gehoord over die nieuwe economie, wat het ook mag betekenen. Maar wel over de toekomst. Daar is weinig over gesproken. Dus ja, dat is inderdaad heel belangrijk. Ja. Volgens mij had jij daarna. Ja, ik heb daar een beetje van gehoord. Ik heb twee vragen. Waarom komt dan toe dat de macht van praktisch van links in Nederland heeft het idee nog niet ontvangt van basisinkomen? Want ja, de hele leden zijn wel voorgesteld, maar hij is wat doorslaat tegen. Dus kamerleden. En dat die dan al concepten van bedenken en niet echt al goed blijven. Volgens mij de PPR pleit het wel vroeger wel op de PSV. Ik ben niet zeker, maar in elk geval bij de regio klassieke linkse partij nu is het niet. En we gaan nu naar de maatschappelijke dimensie van het verhaal. Het gaat echt om acceptatie en juist de opvang bij de vinden. Hoe ga je dan van de gemiddelde Nederlander overtuigen dat basisinkomen zou juist een bevrijding zijn, dan juist mensen stimuleren om de waarheid. En waarom ik zeg dat ik met Nederlander, want ik kom zelf uit Brazilië vandaan. En het valt me wel op dat arbeid in Nederland wordt zodanig als heilig verklaard. Als je dan zegt dat iedereen krijgt een basisinkomen, daarmee heb je meer vrijheid. Ik heb een bullshitbaan afstoten op de Zuid-Azië. Ik zeg, ik heb geen zin om bij mijn toekomst te werken. Dat mensen dan toch naar de roepen en zeggen, ja, maar werk is wel belangrijk. En dan wordt niet gevraagd de partij te werken, maar zacht de goede waarde. Want iemand die werkt bij McDonald's, ja, heeft evenveel waarde als iemand die werkt in de fabriek die wapen zou maken en zelf over de last van daar. Het voelt niet zo goed in de samenleving. En toch blijft het wel de drummer van de links om steeds naar arbeid te kijken zonder partij te werken en maatschappelijk goede waarde. Dus ik denk dat je die twee vragen goed samen kan pakken, namelijk eigenlijk hoe kan het dat... Klopt. Hoe kan het dat, als ik je goed heb begrepen, linkse partijen dit idee nog niet... omarmd hebben, nog niet concreet omarmd hebben, als in we staan ervoor. We gaan niet alleen omdat de leden toevallig een meerderheid hebben op het congres het in ons verkiezingsprogramma wegstoppen. Nee, we staan ervoor en al onze andere ideeën zijn doorweven van het mensbeeld dat in dat basisinkomen zit, van het mensbeeld wat verweven zit in de gedachten achter over hoe we onze overheid kunnen gaan hervormen en hopelijk daarmee ook die relatie tussen burger en overheid kunnen helen. Hoezo zijn linkse partijen daar nog niet zo scherp op? En daarnaast is het inderdaad ook een beetje... Hoe kan het dat linkse partijen nog niet dat idee van onbetaalde arbeid misschien meer omarmd hebben? En ook daarmee hoop ik een breder verhaal kunnen schetsen over de toekomst. Over
over de rol die automatisering in onze samenleving gaat spelen. Waarbij we nu al zien dat routinematige banen, banen die vaak het meest makkelijk geautomatiseerd kunnen worden, nu al snel relatief snel verdwijnen. Maar nog pregnanter, nog belangrijker, dat we zien dat die banen juist in bepaalde gebieden vaker geconcentreerd zijn, die het al steeds minder zijn gaan hebben de afgelopen 40 jaar. Gebieden waar steeds minder naar omgekeken is in dit land. Niet alleen door de hoogopgeleide politici, maar ook door links. Dus ik zou als antwoord willen geven op inderdaad, hoe kan het dat linkse partijen nog niet omarmd hebben? Misschien dat ze gemiddeld meer vast zijn gaan blijven zitten in het discours, in het debat over arbeid als enige manier om waardigheid te krijgen in het leven. Als arbeid en daarmee misschien ook de mensen die het. En dus niet alleen dus arbeid, maar dus ook ten tweede misschien het denken over dat. Wat, en daar, nee, nu ga ik het terugdenken. Arbeid inderdaad, dus arbeid als enige manier om waardigheid te ontlenen. En dan komt dus een symbiose, eigenlijk een tweede argument. Namelijk, als arbeid de enige manier is om waardigheid te ontlenen, dan komt er ook een bepaald je gedachte uit voort over de persoon die geen werk heeft, of de persoon die te weinig heeft om van rond te komen, is dat ook die persoon, die moeten we dan maar meer werk gaan geven. Bijvoorbeeld via een basisbaan, of die persoon moeten we dan zielen gaan vinden en meer geld gaan geven, omdat die het nodig zou hebben. Terwijl, wat hebben we als mensen in het leven nodig? Vaardigheid, status, sociale relaties. Maar dat vinden we natuurlijk niet alleen in betaald werk. En als we dus inderdaad hopelijk linkse partijen dit idee gaan zien omarmen, dan hoop ik zelf dat ze dit idee gaan omarmen in een breder verhaal over, oké, we hebben zo'n basisinkomen, ik noem het zelf een vrijheidsdividend, maar daarnaast zorgen we er ook voor dat mensen nog steeds via bijvoorbeeld kleinschalige basisbanen werk kunnen vinden en daarmee aansluiten op de arbeidsmarkt, als zij dat willen. Maar we geven mensen ook de mogelijkheden om in dat maatschappelijk middenveld, een maatschappelijk middenveld waar te weinig over gesproken wordt door links, meer mogelijkheden te geven om ook daar waardigheid te vinden. En niet alleen via arbeid, niet alleen via een bedrag en toeslag wat ze krijgen. Dus ja, dat. En hier haal ik een antwoord aan de voeten. Ja. Ik heb de SP hier ook. Even je microfoon. Dat aan de symbiose en dat staat. Zou dat niet ook te maken zijn met een soort van uitwerking van een Calvinisme? Hoewel Nederland wel denkt, zoals het hier is, dat blijft altijd wel. Een heel interessant boek om te lezen, die raad ik hierbij aan, is De Tyrannie van de Verdiensten van Michael Sandel. En wat hij eigenlijk heel mooi doet, is hij legt natuurlijk het idee van de meritocratie uit. Het idee dat als jij een hoge opleiding hebt, als jij een hoog salaris hebt, dan heb je status en dan ben je waardevol en dan ben je productief, want jij laat dan ons economisch BBP groeien. Jij laat onze economie groeien. Terwijl de mensen die dat dan niet hebben, en dat zeg je dus impliciet tegen hun, zonder het zelf tegen hun echt te zeggen, die zijn dan niet waardevol, omdat zij geen hoge opleiding hebben. Omdat zij niet genoeg salaris verdienen. Wat niet alleen heel veel ressentiment kan creëren in bepaalde gebieden van het land en bij bepaalde bevolkingsgroepen, maar ook gewoon heel denigrerend is. En wat zegt hij nou? Dat eigenlijk het idee van, dat protestantse idee van, door betaald werk kan ik een dienst bewijzen aan God. Kan ik mezelf, niet verlossen is niet het goede woord, maar kan ik in ieder geval een puur persoon zijn, is ook een beetje het idee wat in die meritocratie zit. Als jij een hoge opleiding doet, als jij een studie kiest die later veel geld verdient, dan krijg jij binnen de samenleving status. Dan krijg je binnen deze samenleving mogelijkheden om cultureel, sociaal, economisch, financieel kapitaal te bouwen. En al die andere mensen, ja, die werken als handarbeider en nou, interessant hoor, maar dat is niet echt waardevol voor ons BBP. Alles wat meetbaar is, is binnen de meritocratie belangrijk. Alles wat niet meetbaar is, is dat niet. En het punt is, als je mensen een bedrag geeft, iedereen dat bedrag geeft, dan snij je dat door. Want je stelt geen voorwaarden. Je zegt niet, jij hebt iets nodig en jij hebt iets niet nodig. Je geeft het aan iedereen, omdat iedereen op een eigen manier een waarde heeft voor dit land. Of dat hier via betaald of onbetaald werk is, via mantelzorg of via de baan die zij op de Zuidas hebben. En daar gebeuren echt ook wel soms waardevolle dingen. Gelukkig, hoop ik. Dus, ja. Nog even, want die vraag die jij stelt, die boeide mij ook. Van waarom wordt niet massaal omarmd door links het basisinkomen? Ik heb daar met name met SP'ers over gesproken, ook bij de Partij van de Arbeid. De SP'ers zeiden van ja, wij denken dat het een soort kapitalistisch complot is.
Die denken dat we dat alleen willen, en dan kijken ze ook naar D66, omdat wij een kleine overheid willen die zo min mogelijk, mogelijk doet. En verder, een tweede punt is dat wij dan wat geld over de schutting gooien. Iemand die geeft hem een zak geld en zoek het verder maar uit. Nou, dat soort ideeën leven aan die kant. En dat is echt zonde. Want zoals wij het zien, binnen mijn partij dan, wat wij doen, dat om een deel van het probleem op. Natuurlijk zijn er nog heel veel mensen die veel meer hulp nodig hebben. Hè, zoals inderdaad die gehandicapt. Of gewoon mensen, die heb je ook, die gewoon niet met geld om kunnen gaan. Die hebben ook hulp nodig. Maar dat hebben ze nu ook. En dat verdwijnt niet. Daar moeten we natuurlijk zeker aandacht voor blijven hebben. Alleen dat financiële probleem. Het financiële probleem, dat lossen we hiermee op. Nou, dat is het verhaal wat ik ook dan inderdaad naar die meer linkse partijen, en met name bij de Partij van de Arbeid speelt dat ook, een deel van GroenLinks ook, die hebben om dit soort redenen die ik net noemde, die hebben daar een weerzin tegen. Die willen liever betuttelen, zeg maar. En wij zeggen van nee, we hebben maximale vrijheid, maar zeker met oog voor degene die met die vrijheid niet goed overweg kunnen. Dat is volgens mij de balans die je moet zoeken. Ja. Sorry, dit is... Hey, mag ik even onderbreken? Maar dit is een mening. Ja. En wat ik net zei, en blijf het herhalen, wil je SP'ers en GroenLinks toch hebben, probeer te onderzoeken hoe je kunt uitleggen dat het een noodzaak is. Ja. Dus als je dat doet, dan gaan mensen in het SP-kamp en GroenLinks-kamp, die krijgen je mee op het moment dat ze ook inzien dat het een noodzaak is. Want het is uiteindelijk ook een Voordat ik doorga naar de volgende vraag, zou ik even af willen sluiten met wat jij zegt. Noodzaak gaat binnen politiek bestel, binnen politieke actoren die eigenlijk het spel meespelen van de politiek, namelijk verkiezingen winnen. Mensen binnen die instituties, de organisaties binnen die instituties, zoals dus politieke partijen, die willen winnen. En hoe creëer je noodzaak? Door te laten zien hoe je wint. En eigenlijk is dus daarmee het betoog van het basiskomen gevonden. Je ziet in Nederland dat aan de linkerkant meerderheden voor het idee bestaan. En ook aan de rechterkant is er in bepaalde partijen gewoon steun. En het moment waarop je dus vervolgens met je partij voor dit idee pleit en een inclusief verhaal vertelt, een verhaal wat bij iedereen aan kan komen. Je ziet ook dat dit idee zowel bij hoog als bij laag opgeleide, nu ga ik zelf in de taal mee, maar je weet wat ik bedoel, ik doe even op basis van het onderzoek, ook aanhang vindt. Dus wil je een politieke coalitie creëren die die kloof kan overbruggen, dan moet je dit idee gebruiken en van daaruit verder werken. Ik had volgens mij nog een vraag van mevrouw daarachter. En jij ook toch, meneer? Oh. Nee. Ja, ja. Kijk hoor. Nou, ik wil alleen maar iets toelichten. Mijn zusje is ernstig gehandicapt. Ze woont in Amsterdam Centrum. En ze wordt steeds meer bedlegerig. Maar de invloed die ze op haar omgeving heeft, is onvoorstelbaar. En dan niet omdat ze een goed karakter is of een heilige is. Nee. Ze is je komt altijd vol energie van haar terug. Het is echt. Zij leeft gewoon. En ja, en ze is door mijn ouders totaal nooit bang geweest om hulp te vragen. Wat voor gebied dan ook. Dus altijd vanaf het begin af aan dat ze die ziekte heeft, is het heel normaal geweest om hulp te vragen door mijn ouders. En dat vind ik helemaal, ben ik zo blij mee. Hoe ouder ik word, hoe mooier ik dat vind. Maar dat heeft ze dus ook meegekregen. En ja, het is, ik vind het heel mooi hoe ze leeft. En niet veel mensen vinden haar zielig. Nee, en ik denk ook dat wij... Nee, ik moet een vraag stellen. Heb je ook het gevoel dat als zij misschien natuurlijk in contact komt met de overheid, dat dat dan niet gezien wordt, dat zij wel degelijk heel veel energie geeft aan mensen om haar heen en dat ze leeft, dat nou, het erkend wordt. Ze heeft heel veel last gehad van de organisatie. Van, ze heeft eens een keer envelop van crisisbureau Barbara Heetman. Vond ze vreselijk. Alle controles, alle geen recht meer op dit en dan, nou ja, en de mogelijkheden wel ook, want ze is ook dankbaar dat ze in Nederland leeft. Ik snap je, dus nou ja, daar is ze erg mee geworsteld hoor. Nee, ik vraag het ook omdat ik zelf, ik heb een vorm van PDD-NOS. En vooral vroeger hebben mijn ouders daar veel uitdaging mee gehad. Heb ik daar veel uitdaging mee gehad. En ik heb de kansen gekregen om dusdanig gesocialiseerd te raken dat ik nu gewoon
op welke manier mogelijk je dat ook wil definiëren, gewoon goed mee kan in de samenleving. Alleen op het moment waarop wij bij de gemeente aankomen en gaan praten over het PGB-budget, dan wordt niet gezien hoe mijn bijlesleraar niet alleen bijles geeft, maar ook iemand is die mij heel veel sociale vaardigheden heeft gegeven. Hoe mijn hardlooptrainer, waarmee ik op de woensdag ging hardlopen, mij de mogelijkheden gaf om niet alleen hard te lopen, maar ook om van hem ook weer nieuwe dingen te leren, of even te kunnen praten over een verliefdheid die ik dan weer had, of wat dan ook. Snap je? Dat wordt allemaal niet gezien, want in het systeem, de staat, die machtig is geworden ten opzichte van die burger. Te machtig. Die werken van bovenaf, van een afstand, en die zien niet al die kleine dingen die in die samenleving borrelen als het negatief is, maar ook niet als het positief is. En als je dus die overheid dichter bij de burger krijgt, dan kun je hopelijk dit soort dingen wel waarderen. Want het moment waarop die ambtenaar dit ziet, wat jij nu vertelt, en ik krijg een glimlach als ik naar je kijk, dan zal ook vervolgens daarop de keuzes, financieel gebied, ook veranderen. Want als je op basis van de cijfers gaat kijken, dan is de persoon over wie je vertelt is niet waardevol. Maar als je van dichtbij kijkt, dan zie je wat voor impact iemand heeft op hun lokale omgeving. Dus ja. Ja, meneer. Het feit dat we vanmiddag met een betrekkelijk klein groepje aanwezig zijn, brengt mij op de stelling dat veel te weinig Nederlanders op de hoogte zijn van het feit dat de afhankelijkheid van toeslagen kan worden ingeruild als je met z'n allen toewerkt naar een basisinkomen. Daardoor is waarschijnlijk ook de druk op de politiek nog vrij gering. Aanstaande maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Zou het niet handig zijn voor politieke partijen, en D66 is er één van die aanwezig is, om in de lokale verkiezingsprogramma het experiment basisinkomen aan de orde te stellen. Zodat weer heel Nederland, of ze al die verkiezingsprogramma's lezen, dat vrees ik van niet, maar dat een voldoende aantal mensen nog een keer de gelegenheid krijgt om te lezen over de noodzaak van het basisinkomen. Want als we het beperken tot een groepje enthousiastelingen die daar een zaterdagmiddag voor over heeft, dan red je het niet. Nee. Dus de oproep aan D66 in het verkiezingsprogramma. Ik denk ook dat het heel... Zo, je praat hard. Ik denk ook dat als je kijkt naar wie politieke invloed heeft in Den Haag, dat is eigenlijk die term, diplomademocratie, dan zie je dat mensen, belangengroepen, belangenorganisaties gemiddeld vaker mensen kennen of uit een leefwereld komen die hoog opgeleid is, als het ware. Die vervolgens ook minder begrijpt wat in die leefwereld gebeurt. Die hebben vervolgens meer invloed. Maar het probleem met dat toeslagenstelsel is eigenlijk een beetje dat veel mensen die ervan afhankelijk zijn, minder politieke invloed hebben, minder mogelijkheden hebben om hun stem te verheffen. Dat doen dan vervolgens politici zoals Pieter Omtzigt, Renske Leijten, Farid Azarkan en al die andere advocaten en mensen die bijgedragen hebben aan het opentrekken van die doofpot. Maar het moet iets duurzaams zijn. En ik denk dat met de gemeenteraadsverkiezingen het heel goed is als we daarover gaan praten. Maar ook dat partijen de wijk ingaan en met mensen praten die meningen hebben over dat toeslagenstelsel en daar bijvoorbeeld een zwart boek van maken en nogmaals duidelijk maken wat de problemen zijn en dus hopelijk dus daarmee ook een vervolgens positieve bijdrage gaan leveren aan bijvoorbeeld de experimenten die dan volgens in de verkiezingsprogramma's komen en daarmee ook het draagvlak ervoor, de politieke druk. Mevrouw? Dankjewel. Ik ben raadslid voor GroenLinks in de gemeente Overbetuwe, dat ligt tussen Arnhem en Nijmegen. Ik wil graag even reageren over de opmerking die u maakt over het plaatsen van een basisinkomen in ons verkiezingsprogramma voor komend maart. Het lastige daarvan is dat wij als gemeente afhankelijk zijn van wat ze in Den Haag doen. Als ik zeg dat ik mijn inwoners graag een basisinkomen wil geven, dan worden ze vervolgens keihard gekort op alle dingen die uit Den Haag komen. Dan kan ik een fantastisch mooi... Als ik dat al erdoor krijg op lokaal niveau, dat gaat me niet lukken. Want uiteindelijk levert het die inwoner, die me aan mijn hart gaat, precies niets op. Dus dat we het gesprek erover voeren, zeker ook lokaal, heel belangrijk. En ik wilde eigenlijk net ook al even iets anders aangeven. Namelijk dat ik denk dat we moeten proberen om de energie wel positief te houden. Want het lijkt misschien alsof er geen stappen gezet worden en het wordt niet omarmd door de linkse partijen. Maar dat tijdens ons congres
een motie of een amendement wordt aangenomen, waardoor dat concrete voorbeeld van een proef doen wel degelijk in ons programma terechtkomt, dat is nou zo'n voorbeeld van mensen die zich laten horen, waardoor er concreet iets verandert op Den Haag niveau. En hoe meer mensen dat doen, hoe beter het werkt. En al die ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, mogen ook gewoon hun stem uitbrengen. Dus ga stemmen, kies, vind er iets van. En het maakt me eigenlijk niet uit op welke partij je stemt, maar vind er iets van en deel die stem, gebruik hem, zet hem in. Maar vergeet vooral niet die kleine successen, die kleine stappen de goede kant op met elkaar te vieren om de energie goed te houden. Want als hij hier in dit kleine clubje goed is en we allemaal met positieve verhalen weer verder gaan, wordt dat verhaal veel makkelijker opgepakt dan als we gaan zitten sippen over wat er allemaal niet goed en snel genoeg gaat. Nee, het is heel lekker om negatief te zijn. En ik denk ook dat je heel veel zicht moet hebben op de positieve experimenten die uit Amerika komen. Andere experimenten proeven. En inderdaad ook de vooruitgang die binnen partijen wordt gemaakt. Want eigenlijk zijn we als mensen natuurlijk een beetje, raken we gewend aan onze omgeving. En als we dan terugblikken, dan hebben we eigenlijk altijd het gevoel dat het vroeger beter was. Terwijl het moment waarop het basiskomen ingevoerd wordt, dan zullen we het, ja, nee, hoe zeg ik dat? Ja, nee, dit, wat ik nu wilde gaan zeggen klopt niet helemaal, maar ik ben helemaal eens met wat je zegt. En we moeten inderdaad goed kijken naar de dingen die positief zijn. Dus meneer achterin, want daarna mevrouw, eerst dat meneer. Nou, dankjewel voor je presentatie. Ik wilde eigenlijk een antwoord geven op de meneer op de eerste bank die vroeg van waarom zijn er eigenlijk zo weinig mensen hier al? Maar ik denk dat ik daar wel een aardige verklaring voor heb. Want de mensen die echt het slachtoffer zijn van wat er allemaal gebeurt op dit moment, zijn mensen die geen geld hebben, die eigenlijk al moeite hebben om naar buiten te gaan om even hun boodschapjes even te doen. Omdat ze zo lam geslagen zijn door alles wat er is gebeurd. En dan moet je ook nog even hierheen komen, een kaartje kopen, tussen al die mensen die je nog helemaal niet kent gaan zitten. En allemaal mensen met verschillende soorten ideeën erover. En het enige wat jij nodig hebt is iemand die zegt, kijk, hier heb jij dit elke maand extra. En je kan gewoon je ding doen. En als jij er klaar voor bent, dan kan je weer aan het werk. En ik ben zelf van de Piratenpartij. Wij zitten ook in Amsterdam. En een basisinkomen wil hij ingevoerd hebben op het moment dat wij gekozen worden. Leuk. Dankjewel voor wat je hebt gezegd. Even kijken. Ik loop een beetje vast. Wat je zegt klopt inderdaad. En we zouden dus ook, denk ik, dat voor de politiek, zeker heden ten dagen, heel belangrijk is, nogmaals, dat je dus de wijk ingaat en mensen bij de hand meeneemt naar die lokale avond, waar gemiddeld vaker mensen zitten die meer middelen hebben, waardoor ze vervolgens ook weer meer invloed hebben op gemeentelijk beleid, meer input kunnen brengen. Dus wat je zegt klopt. Laten we die mensen niet alleen een bedrag geven waarmee ze makkelijker kunnen kiezen, hey, hoe kan ik bijdragen aan de samenleving en aan de toekomst van Nederland, of dat nu politiek is, of door gewoon voor mijn kinderen te zorgen, want die kinderen worden later ook weer politici, zorgprofessionals, gaan ze maar door. Iedereen heeft inderdaad een bijdrage inderdaad. Of dat je die mensen dus ook daarvoor al, nog voordat je dit idee hebt ingevoerd, gewoon betrekt bij politiek. En laat zien dat zij invloed kunnen hebben als zij maar gevraagd worden om ook naar die avond te komen. Want vaak, en dat komt terug bij het idee van dat ze aan moeten komen bij de overheid, dat ze binnen zo'n meritocratisch systeem ook niet gezien, vaak niet het gevoel hebben dat ze gelijkwaardig zijn. Je moet laten zien dat ze gelijkwaardig zijn en dat zij burgers zijn die invloed kunnen hebben. En als je dus de wijk ingaat, dan gaat het ook makkelijker. Dus ja, dat wilde ik nog even. Wacht even met mijn microfoon, want ik wil heel graag horen wat je wil zeggen. Maar mensen voelen zich vertrouwd op mensen dat ze erkenning krijgen voor het gevoel wat ze voelen. Wat ik daarnet deed, dat met dat geluid aan het einde, dat laat gewoon even zien van hoe mensen zich voelen. En als je dat herkent bij jezelf, dan voel je daar je gezien en gehoord en dan kom je tot leven. Dan heb je opeens wel energie om naar buiten te gaan, om wat te gaan doen, want ik durf weer, want ik ben niet alleen. En dat moeten we meer doen. Dat moet van alle linkse partijen moeten dat wat meer gaan doen. Dus ik was heel blij dat die man ook zo even los ging keuren. Zeker. En mevrouw daarachter had een vraag. Ik heb even een vraag aan iedereen. Wie is zo bekend met Broodfonds? Oké, okay. Loop ik even er naartoe. Wie? Ja? Kun jij mij? Ik heb ervan gehoord, maar ik ben niet. Jij bent er mee. Nee. Wie is er wel mee bekend? Oké. Mag jij mij uitleggen wat Broodfonds is? Nou, er zijn ZZP'ers die met elkaar samen eigenlijk het probleem van arbeidsongeschiktheid oplossen. En het TNO heeft uitgezocht dat ZZP'ers, als ze arbeidsongeschikt raken,
dat 99% van die ZZP'ers binnen 2 jaar weer aan het werk is en weer inkomen heeft. En wat ze eigenlijk doen is met kleine clubjes, er zit ook een fiscaal voordeel in, met kleine clubjes van de 40, 50 man bij elkaar, zorgen ZZP'ers eigenlijk voor elkaar. Dus als iemand ziek wordt, dan krijgt hij na een maand een bepaald bedrag, afhankelijk van zijn inbreng. En zodra die weer beter is, dan stopt dat. En de truc is dat dat veel goedkoper is dan verzekeren. Dat is voor ZZP'ers extreem duur. De verzekeringswereld steekt te veel in hun zak. Maar dat doen ze. En het slimme is daarvan dat zodra iemand inderdaad ziek is, dan geeft iedereen een klein bedragje als gift. Dus het is ook nog eens fiscaal heel voordelig. Ze geven het in feite netto terug. Er zit een fiscaal component als voordeel in. Maar eigenlijk wat het is solidariteit. Gewoon van burgers met elkaar zelf. Eigenlijk is dat het sociale systeem. Maar dan zonder dat er een tussenpartij is die er iets tussen uithaalt. Helemaal correct. En als je kijkt naar dat bestaat eigenlijk al. Want iedereen zit met argusogen constant te kijken naar wanneer krijgen we nou het basisinkomen. En wanneer krijgen we een proef. En wanneer krijgen we een vorm. Maar als je goed om je heen kijkt, zijn er al diverse vormen. Er zijn ecodorpen, er zijn broodfondsen. En daar kun je eigenlijk al als eerste van leren. Want die maken gewoon van het gebruik van het systeem wat er al is. Jij geeft ook al aan het fiscale voordeel. Enigszins, maar, maar het zijn allemaal kleine speldenprikken die er al zijn. En als je gaat kijken naar de dynamiek van die speldenprikken, dan zou je daar eigenlijk die olievlek van kunnen maken om het groter te maken. Want wat is erop tegen om tegen de samenleving te zeggen van eigenlijk zijn wij allemaal broodfondsen. En waarom? Want dat deden ze in vroeger tijd ook, hè? Dat ze naar familie moesten of naar de kerk om 2,50 gulden te lenen om een kind te laten, hè, om de vroedvrouw te kunnen laten komen. Daar ging je naar vrienden en kennissen. En wat u ook zegt van hulp vragen en aannemen, dat zijn vaak hele zware stappen. Want we moeten het allemaal zelf doen. Maar ik denk dat het geheim is dat je het met samen moet doen. Dat je het met z'n allen moet doen. Dat je met z'n allen een broodfonds mag vormen. En dan heb je die overheid niet nodig. En dan komt die overheid, die komt achter je aangesukkeld van, maar mijn baantje is nu in gevaar. Nee, wat je zegt, heel erg bedankt voor je bijdrage. Want het is ook zo. Nee, je moet ook van mij overnemen, want inderdaad hoor. Het punt wat je maakt klopt, namelijk dat wij aan de ene kant kunnen gaan praten over het is er nog niet en et cetera. Maar tegelijkertijd, zoals we vroeger ook deden als burgers, en in Nederland bestaat dat gelukkig nog steeds heel sterk. In landen als de VS is dat gemiddeld minder, namelijk dat wij samen dingen proberen op te lossen buiten die staat om. En vaak hebben we dan nog steeds gemeentes die vervolgens gaan zeggen, ja, maar ja, doe maar niet, want hier staat dat niet mag. En ga maar niet dingen zelf ondernemen, want daar word ik heel zenuwachtig van. Maar en als je laat me even afsluiten. Een voorbeeld hier in Amsterdam is ook de Stadsmakerscoöperatie van Teun Gauthier en Floor Ziegler. Die zitten in Amsterdam-Noord. En die gaan dus actief naar burgers toe die problemen hebben met gemeentes. En die proberen op te lossen en ervoor te zorgen dat zij wel dingen kunnen ondernemen. En die gaan ook actief naar burgers toe om hun te helpen om inderdaad dit soort broodfondsen en et cetera te starten. En daarmee creëer je ook die gedeelde basis die een basisinkomen is. Want de basisinkomen, dat is via de staat. Maar vroeger deden we het veel meer natuurlijk binnen de samenleving zelf. En dat is eigenlijk wat ik bedoel met dat dak van het huis. Het is heel abstract, maar in principe is het dak van het huis, dat geeft ons burgers bescherming, geeft ons vrijheid. De ene manier via de markt, omdat we betaald werk hebben. Ook een beetje via de overheid, omdat we daarmee misschien lagere zorgkosten hebben, want de overheid dat doet. Of dat ons onderwijs minder kost, want dat wordt ook door de overheid gezorgd. En door de samenleving, omdat we familie hebben, vrienden hebben, die ons kan helpen in nood. Of dat nu financieel is, of mentaal, als we een keertje problemen hebben, of gaan ze maar door. Dus dat dak beschermt ons, en dat dak is nu niet in evenwicht. En dat komt precies terug wat jij zegt, namelijk ja, we moeten het meer doen. Ook de dynamiek van het bereiken, dat mag vanuit de positiviteit. En als je zelf de regie in handen neemt, want we zitten te veel af te wachten. Als je zelf de regie in handen durft te nemen en dan vanuit positiviteit dat voorbeeld weet te creëren, dan volgen er vanzelf meer. En dan hoef je niet die dynamiek, die negatieve energie erin te steken. Dan ben je die voortrekker, die meewerkend voorman die dat gaat veranderen. En dat is wat ik duidelijk wil maken. Want ik zie heel veel van wanneer komt het, hoe zit het, wat moeten we doen om het te bereiken.
Maar ga met die speldenprik aan de gang en maak het ja, reëel. Ja. Want ook qua zorg is er een tijd lang eigen zorgverzekering op willen zetten. Dat is ook zo'n dynamiek. Dus ga het zelf doen, is ja. mijn advies. Dat geeft niet als ze maar achter ons aankomen. Sorry? Dat geeft niet als ze maar achter ons aankomen, want nu gebeurt er niks. En het punt is dat je een startpunt moet hebben. Het moet niet alleen basisinkomen zijn, het moet een startinkomen zijn. Dat is een werkwoord en een werkwoord gaat altijd vooruit. Iemand had daar een vraag, klopt dat? Had iemand eerder een vinger omhoog? Ja, en een meneer volgens mij ook, of is die vraag weg nu? Ik dacht dat toen, oké. Okay. Even de microfoon, daarna kom ik bij u. Ja, nou ja, vroeger was het natuurlijk zo dat marktdenken, hè, van je moet natuurlijk wel genoeg personeel hebben om bepaalde baantjes te vervullen en banen. Want je moet die economie ook draaiende houden. Wat is jouw idee daarover? Want als je basisinkomen hebt, dan doet iedereen maar een beetje wat hij zelf wil. Ja. Als je mensen een onvoorwaardelijk bedrag geeft waarboven ze alles mogen verdienen, dan creëert dat heel veel macro-economische effecten natuurlijk. Oftewel effecten voor de gehele economie en hoe die dynamiek daarbinnen verandert. Er zijn heel veel effecten zoals dat mensen meer bedrijven zullen gaan starten. Maar er zullen ook effecten zijn dat meer mensen onbetaald werk gaan doen. En dat kun je niet in de cijfers terugzien. Dus je moet dus ook als politiek vertrouwen dat daar heel veel onzichtbare waarde wordt gecreëerd die ook weer ondersteunend is voor die economie. En daarnaast ook het idee dat we hebben nu een situatie waarin we toeslagen en uitkeringen hebben. Als iemand vanuit een uitkeringssituatie gaat werken, en vaak is dat niet een vetpot, dan gaan ze er vaak maar 1000 euro of 500 euro vooruit per maand, terwijl ze wel opeens 50 uur in de week werken. Oftewel, ze worden marginaal heel sterk belast. Net zoals dat er nu heel veel middenklasse gezinnen zijn die een promotie kunnen krijgen of harder kunnen gaan werken, wat super is voor de economie. En dat willen ze ook graag, want ze hebben het leuk op hun werk. Alleen wat zien ze nu? Ze gaan meer werken, vervolgens vallen de toeslagen weg en in het ergste geval gaan ze meer werken en vervolgens krijgen ze later nog een naheffing van de Belastingdienst, want ze waren vergeten toeslagen af te melden, dus moeten ze wat terugbetalen. Maar ja, vervolgens hebben ze torenhoge schulden, raken ze hun baan kwijt, ga zo maar door. Dus dat systeem moet anders en we moeten erop vertrouwen dat als je mensen dit bedrag geeft, dat het hopelijk heel positief effect gaat hebben op de werkgelegenheid van bepaalde groepen mensen. Maar dat het ook de arbeidsparticipatie, maar ook de arbeidsparticipatie van bepaalde mensen een beetje zal doen dalen. Omdat die ervoor kiezen om gewoon onbetaald werk te doen. Wat ondersteunend is voor het huis, de economische pilaar als het ware. Dus. Ja, oké, okay, maar er zijn altijd banen die mensen liever niet willen doen. Zoals in een fabriek werken en die fabriek moet ook gewoon draaien. Klopt. Er zijn nu heel veel banen die bedrijven enkel nog hebben en op deze manier uitvoeren door mensen, omdat mensen goedkoper zijn dan robots. Dus het moment waarop je belast op vermogen en ook belastingen hebt op techbedrijven en op vormen van machines, dan kun je via dat basisinkomen ervoor zorgen dat die bedrijven de banen die niet nuttig zijn en die eigenlijk helemaal geen waardigheid geven en die nu enkel nog bestaan omdat mensen goedkoper zijn dan die machines, dat die weggaan. Omdat die bedrijven zullen zien dat mensen dat werk helemaal niet meer willen doen nu ze een basisinkomen hebben. En die mensen gaan iets productiefs doen voor de samenleving en die kutbanen die gaan weg. Ja, oké, okay, maar goed. Maar ik ga even door naar de volgende vraag. Hier was een vraag van meneer nog steeds. Of? Nou, ik hoorde je net ook zeggen van er zal inderdaad gewoon ook nieuwe personen moeten komen die dat gaan inbrengen. Politici. Net als bij Yang dan in Amerika dan zo is. En ik denk inderdaad dat je gelijk hebt, want wat je ziet is dat die bestaande politieke partijen een enorme verwevenheid hebben gekregen met de geldwereld. En het probleem is dat zij inderdaad ook niet durven. Hè, ook zelfs D66, dat is heel erg jammer dat D66 zo verweven is met die geldwereld. En daardoor eigenlijk hun oude, zoals ze vroeger waren, democratie. Kun je dat specificeren, geldwereld? Geef eens één voorbeeld, dan is het even duidelijker. Ik snap een beetje het lidmaatschap met de World Economic Forum bijvoorbeeld. Mm-hmm. En daar zie je wel een enorme vinger in de pap van het grootkapitaal. Mm-hmm. En ik denk ook dat die grote partijen die er nu zijn, de oudere partijen, niet eens de mogelijkheid hebben om zoiets in te brengen. Want het allergrootste kapitaal die heeft belang bij
verschillen tussen bezit en inkomen. Ja, dus je zal ook moeten komen aan, naar iets, ja, een nieuwe invloed. Klopt. Dus ja, het gaat niet alleen om een nieuw idee als een basis, maar het gaat ook over nieuwe politiek. Want de huidige politiek, wat zijn we steeds meer gaan zien, zijn steeds meer afhankelijk geworden van externe donateurs. Dat zie je bij een CDA, dat zie je ook bij een D66. En zijn steeds minder ook leden gaan hebben, actieve leden. En zijn ook steeds minder geworteld in de samenleving, waardoor ze dus steeds meer zijn gaan luisteren naar externe donateurs, naar ander soort belangengroepen en steeds minder naar de burger. Dus het gaat niet alleen om een nieuw idee als een basiskoop, het gaat ook over nieuwe politiek. Het gaat over politieke partijen / bewegingen die zeggen, ja, we willen best donaties krijgen van bepaalde mensen, maar dat mag geen disbalans zijn. We moeten vooral en ten eerste naar de burger luisteren, in hun leefwereld staan, en daar is niets populistisch aan, want populistisch is, vind ik, een woord geworden wat een beetje een nare nasmaak heeft gekregen. Want vroeger was het gewoon, we zijn tegen een bepaalde elite en we willen zorgen dat bepaalde machten gebroken worden, want het werkt niet zo. Tegenwoordig wordt populisme vaak verward met rechtsnationalisme of andere autoritaire figuren, zowel links als rechts. Die moet je gewoon autoritair noemen en nativistisch en niet populistisch. Dus inderdaad, het gaat ook om een beetje iemand die en populistisch is en concrete oplossingen geeft. Ja, inderdaad. Mag ik je onderbreken? Ik wil zoveel mogelijk vragen de ruimte geven. Als je hem straks nog hebt, dan ben ik heel benieuwd. Okay. Ik wilde even terug naar het begin over dat werk. Hè? Dat werk heilig een beetje is verklaard. Betaald werk. Maar dat volgens mij moet de definitie van werk ook veranderd worden. Omdat onbetaald werk en inderdaad een bijdrage leveren aan de maatschappij die dus geen monetaire waarde heeft of zoiets. Mijn moeder had vroeger 2 banen. Die werkte in de verpleging en ze was degene die thuis de boodschappen deed, het huishouden, kookte, waste, et cetera. Mijn vader had maar 1 baan, maar die verdiende wel het meest in geld. Maar, dus... Ik vind het een heel leuk gesprek tot nu toe, jongens, ouderwets, dat wil ik even zeggen. Maar... Ja. Nee, dus volgens mij is daarin, als mannen kinderen konden krijgen, hadden we volgens mij al lang een basisinkomen. Maar, dus, en wat Emiel zei van, oh hij is weg, jammer. Schrijf nog een boek van hoe we het dan moeten gaan doen. Ik denk dan gewoon, nee, doe het gewoon. Begin zo'n experiment en ga ervoor staan. En zorg dan, als je in zo'n partij zit of in de gemeenteraad of wat dan ook, dat de mensen die uitkeringen hebben, die niet... of toeslagen, niet kwijtraken als ze onderdeel worden van zo'n experiment. Ga ervoor staan. Dat is, zou ik eigenlijk... is dat niet mogelijk of zo? Want ik hoor alleen maar dat het systeem dan beperkend is, maar ik hoor volgens niet mij waar de mogelijkheden zij zitten. Heeft veel, wie heeft de meest dringende vraag? Want meneer had een vraag die al wat langer wachtte. Mag dus ik even onderling, even polderen hier, jongens. Ik zou dolgelukkig worden als ik voor mijn gemeente voor na maart zou kunnen zeggen met iedereen in mijn gemeente, dus dat gaat over mensen die nu een uitkering krijgen, mensen die bij een baas werken, mensen die voor zichzelf werken en mensen die al miljonair zijn, daar gaan wij een experiment met een serieus basisinkomen mee doen. En daar werkt Den Haag aan mee om door te zorgen dat al die stromen die vanuit Den Haag komen, daar geen botsing mee creëren. Het zou me een lief ding waard zijn dat het me dat in mijn gemeente zou lukken. Of in een andere gemeente, want uiteindelijk maakt dat niet uit. We moeten ergens laten zien hoe het werkt. Ik denk namelijk dat een van de grote krachten die een basisinkomen met zich meebrengt, is dat lokale. Als je maar 1 of een paar personen uit een omgeving een basisinkomen geeft, ga je die synergie in je omgeving niet naar boven halen. Dan gaan er niet allerlei leuke clubjes en projecten en dingen samen doen ontstaan, omdat er misschien maar 1 op de 100 of de 1000 zo'n voorbeeld heeft en daarmee aan de slag kan gaan. Dus alsjeblieft in Den Haag, ik doe dat natuurlijk via mijn eigen partij, ik heb zeker ook voor dat amendement bij mijn verkiezingsprogramma gestemd. Het getuigt van politieke lef als in Den Haag gezegd zou kunnen worden, hey, is er een gemeente die dit aandurft, want het vraagt nogal wat en het is best een pittig ding om in te voeren, maar we gaan het gewoon proberen. En als het niet lukt, of het werkt niet zoals we denken, ik denk dat het maar gaat werken hoor, maar dan sturen we bij en dan leren we daarvan. Maar die onwil om zelfs maar het experiment een echt
goed experiment en dus niet regelarme bijstand en niet die suggestie van die meneer eerder van ik zoek nog 120.000 euro om het voor een jaar voor 10 mensen te regelen. Een echt experiment, alsjeblieft. En iedereen die hier zit mag stemmen volgens mij, dus regel dat. Ja, ik vind het leuk om hierbij aan te sluiten. Er zijn inderdaad al een enkele jaren heel veel mislukte experimenten in die richting. Er zijn verschillende wethouders die het al geprobeerd hebben. Die werden gewoon per direct naar Den Haag geordineerd om te praten met Kleinsma. Dat was hij geloof ik. Hè? Ja, die is een van de meest onderdrukkende staatssecretarissen geweest op dit gebied. Inderdaad, het is nog een keer zo in Nederland, de regelingen rondom beloning allemaal vanuit Den Haag landelijk worden geregeld en daar kun je niet tussen komen. Plaatselijke experimenten zijn er geweest en als je naar de goede verslagen kijkt, dan zie je inderdaad positieve dingen. Mensen die de negatieve dingen uit willen halen van dat was maar een heel klein voordeeltje of zo. Ja, die worden dan weer op die manier uitvergroot. Dus je kunt daar met de resultaten beide kanten op. Dat is een moeilijkheid. Ik wou eigenlijk over iets anders hebben. Maar is dat goed? Ik vond het heel fijn dat je zei, Koen, we moeten ook naar de dingen kijken die niet alleen maar over het geld gaan. En ik denk ook dat daar ook nog een flinke stap vooruit gezet kan worden in onze campagne en onze benadering van veel meer mensen. Die waarde voor de waardigheid voor mensen en de waardigheid ook voor de beroepen van mensen, dat ze geen administrateur hoeven te zijn, maar echt hun beroep kunnen uitvoeren. Dat soort zaken, dat ligt veel gevoeliger. En er was nog een ander onderwerp, dat ligt ook heel gevoelig. Healing. Het is een paar keer genoemd vanmorgen. Zelfs dat er ruimte is voor ambtenaren die ook mee willen doen in dat herstel van vertrouwen. Want daar gaat het eigenlijk om. En het is al eens een keer eerder gebeurd in de geschiedenis. In Zuid-Afrika is een heel beroemde healingscommissie aan de gang geweest. Het heeft echt veel wonderen doen ontstaan. En het heeft heel veel belangstelling getrokken. En ik denk dat we ook in die richting, bijvoorbeeld het komende jaar of zo, eens goed moeten nadenken hoe we dat vormgeven in onze vereniging. Dus eigenlijk ook vanuit de vereniging een ander soort nadenken over waarden en in de campagne. En daarnaast ook over hoe we wellicht ambtenaren kunnen betrekken die aangeven dat ze iets willen oplossen. Ja, heel goede input. Ja, zullen we daar even later over praten in de borrel? En dan kan ik nu kijken of er nog vragen zijn. Ja, want anders dan wordt het ook lastig. Is dat oké? Ja, wat centraal staat is dus mensen die aan dit soort dingen willen meewerken. Het gaat vooral dus om mensen, één voor één, die aan zo'n proces willen meewerken. En ik denk dat dat gehoor gaat vinden. Ik denk het ook. Ja. Even voor de duidelijkheid, ik denk dat er nog wel wat vragen zijn. Ik weet ook niet hoe lang we precies bezig zijn. Het is heel leuk tot nu toe. Tegelijkertijd wil ik ook de mensen die wellicht nog een boek willen kopen, dan mogen het geven om dat van mij te kopen. Dus wat zou het beste compromis zijn? Ik weet niet hoe laat het nu is. Het is nu half vijf. Half vijf? Oh, damn. Oké. De andere groep is ook nog bezig. Nou, dan praten we lekker door. Maar weet dus wel dat ik eventueel, als je het boek daar pakt, dat ik hem kan ondertekenen, dat je het kunt betalen of wat dan ook. Goed, zijn er nog vragen? Oh, oké. Mevrouw? Als je zo in de zaal kijkt, denk ik dat de gemiddelde leeftijd wel rond de 55 ligt, misschien hoger. Ik heb een probleem. Ik zit in Amersfoort. Wij probeerden gewoon mensen te betrekken om enthousiast te maken voor het basisinkomen. We hadden veel ideeën. Hadden zelfs een Facebook, een siteje en zo. Maar niemand kwam in actie. Dus de eerste keer dat we Rutger Bregman voor, dat was wel interessant. We gaan jou nu vragen. Dat wordt ook interessant. Maar hoe krijgen we een spin-off naar de jonge mensen? Dat is eigenlijk mijn vraag. De spin-off naar de jonge mensen begint bij een opwindend persoon die
die dit idee gaat pleiten en in een debat gewoon met lef dingen durft te zeggen die nog niet gezegd zijn en daaromheen vervolgens ook gaat organiseren. Want de jonge generatie is druk. Is bezig. Ja, ik heb. De jonge generatie die is zich aan het organiseren. Die pleit voor verandering. Of dat nu het gebied van het woonprotest is, klimaat, andere zaken. En dat moet ook. En ik hoop van harte dat daar ook vervolgens een sterke pleidooi gaat komen voor dit idee. En dat vergt dus ook weer dat je binnen politieke partijen en ook van buitenaf ervoor gaat zorgen dat. Het gaat erom dat er maar één van die. Dat die politicus of politica die het uiteindelijk doet. Één keer krijgt, ja, nu moet ik er wel voor zijn. En het vervolgens binnen zijn of haar partij gaat bepleiten. En dan het balletje krijgt rollen. Want nu hebben we inderdaad op dit vlak te weinig jonge mensen die actief over dit idee nadenken. Wacht even. Iemand hier had nog een vraag? Nou ja, meer een toevoeging. Want er werd gezocht naar urgentie. Er werd gezocht naar mensen die zagen hoe, dat het noodzaak was. En als er een groep met mensen zijn die de noodzaak zien en die denken wat wij nu aan het erven zijn van onze grootouders, dat is gewoon kut met peren, dan zijn het de jongeren wel. Dus als je naar ze toe komt met kijk, dit is het idee, dan zijn zij degene die dat graag willen overnemen. Denk je ook zelf dat het... Oh. Denk je ook zelf dat het economische verhaal over automatisering bijvoorbeeld... Heel veel jonge mensen gaan, als het goed is, even los van economische crisis en problemen die de pandemie blootgesteld heeft, gaan de arbeidsmarkt opkomen en zonder dat ze het precies weten geen baan kunnen krijgen, omdat die baan of niet meer bestaat, of niet meer op dezelfde vorm, of minder is gaan betalen. En ik denk dat, en dat is mijn vraag aan jou, van, het zou wel heel sterk zijn inderdaad als je jonge mensen daaromheen kan organiseren om ook de urgentie van automatisering duid te krijgen met one-liners, met et cetera. Yang had het ook heel goed gedaan, dus ja. Moet ik doorgeven aan de medejongeren? Nee, ik denk dat als je het in beeld brengt, als je een leuk boek erover schrijft en als je in... Dus die van mij is niet leuk? Nee. Oh. Stel, je zou wel een leuk boek schrijven. Nee. Nee. Ik denk dat op die manier dat je inderdaad jongeren daarbij betrekt en dat je daar ook een leuke politicus bij moet zoeken en een leuk boek bij zoeken. Ik ben die politicus. Ik sta op. Ik ga het basisinkomen invoeren. Yeah. Eerste verkiezingsbelofte. Dat is gevaarlijk, hè? Maar om even aan te haken. Wij heten LEF met een reden. Omdat wij geloven dat er heel veel ouderen niet... Kijk, ouderen aan het einde van hun leven, die zien ineens in wat van waarde is. Die gaan ineens van mening veranderen. En die wijsheid hebben we nodig in de maatschappij. Die kan ons, zeg maar, een soort gids voor ons zijn. Maar wat zien we? De meeste politici zijn 50. Die zijn gewoon nog heel naïef. Die weten eigenlijk niet waar het leven om draait. Die willen carrière maken. Jongeren hebben dat ook. Maar jongeren hebben wel de sturm und drang om het systeem te veranderen. Dus wij smeden een verbond tussen de oude protestgeneratie en de jongeren van nu. Dat is ook een protestgeneratie. Greta en AOC in Amerika, et cetera. En wat ik nog mee wil geven is, het is een veel groter verhaal nog dan het basisinkomen. Het is ook de 15-urige werkweek. Het is ook autonoom geld. Dus dat we zeggenschap hebben over onze eigen economie. In plaats van dat het mensen buiten onze grenzen zijn. Dus ook belastingontduiking is deel van dit verhaal. En het gaat ook over intergenerationeel contact. Dus dat het hier de gemiddelde leeftijd laag is. Wij zijn met LEF heel bewust de taal van iedereen aan het spreken, maar ook van jongeren van nu. Want jongeren willen zich niet aansluiten of willen niet protesteren, want ze zien alleen maar grijze koppen om zich heen. En dat is een beetje een probleem. Wij overvoeren jongeren met allemaal diploma-eisen. Terwijl vroeger stond het goed op je cv als je helemaal geen diploma had, want dan was je een rebel. En tegenwoordig moet je eerst 2 jaar werkervaring hebben, onbetaald. Dus het is een heel groot, complex sociaal probleem.
Wij gaan nog praten over Amersfoort. En voor de Overbetuwe zou ik aanraden om ook naar Wageningen te kijken. Daar hebben ze de Eurijn, dus de Euro en de Rijn. En je kan al beginnen met, vanwege de omgevingswet, met lokale experimenten, met lokale valuta. Dus je kan eigenlijk een lokale economie al een basisinkomen invoeren. Even kort onderbreken. Laten we dit gesprek inderdaad voortzetten in deze borrel. Dank u wel voor je bijdrage, Daniel. Dan ga ik hier de laatste vraag doen. En dan praat ik straks met jou gewoon bij de borrel even na. Oké, kunnen we dat zo doen? Dan ga ik nu even deze vraag doen en dan praten we straks daarover. En dan geven we mensen de mogelijkheid om ofwel weg te gaan, ofwel ook te kijken of ze mijn boek willen kopen of naar de borrel te gaan. Meneer? Ja, ik wil graag inspelen op wat de jongeren net zei, want ik ben dan wel een oudere, maar ik sta hier omdat ik naast mijn kleinkinderen sta, omdat ik ook ervan overtuigd ben dat het systeem anders moet. Ik heb Guy Standing gehoord. Toen ik Guy Standing hoorde, toen was ik helemaal om. Ik ben blij dat met jouw boek, want dat heb ik gelezen, dat gaat in die vorm verder. Guy Standing is niet vertaald, vind ik heel vreemd. Maar van jouw boek, nou, daar kunnen we ook heel veel van leren. Ik hoor jou ook Jane Quilling aanhalen. Nou, daar ben ik ook een hele voorstander van. Jane Quilling zegt ook, grote denken. Daar zijn we van overtuigd. Ik denk zelf, ja, waarom is het basisinkomen dan niet ingevoerd? Omdat het denken om moet. Het denken moet om, want we zitten nu gewoon in het marktdenken, we zitten in het neoliberale denken. Dat heeft eigenlijk de dingen die eigenlijk goed ingezet zijn. De verzorgingsstaat, die meneer die had het er ook over. Kijk, je hoort die politici, het is allemaal zo moeilijk, we kunnen het niet in één keer doen. De AOW is in één keer ingevoerd, het kan wel. Het was zelfs voor het digitale tijdperk dat kon. Dus je hoort ook de politica die zei op een bepaald moment, denk ik, dit is fout. Wij denken allemaal dat alles gratis, niet gratis is. Hè? Maar er zijn ook ondernemers die denken dat de lucht en alle kwaliteit wel gratis zijn. Daar hoort omdenken bij. En dat is waar het systeem nu niet in zit. En daar moeten we aan werken. En dat doe jij ook met het boek. En dat is een heel mooie afsluiting. Applaus.